Game Pass, Platinum en Xcloud? Komt toch naar Apple Devices? Dit is De Week met XBNL! Yes, yes, yes! Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van De Week met XBNL. Uh, het trouwens alweer weer eens. Aflevering 146! Hoppakee. Oh, okay. Hello! Ja, zitten bij ja, dat vooral, ja. ja. Ik hoorde dat Phil for... Spencer er graag eens een keer wil joinen, maar uh, ik weet niet of we daar ja, uh, misschien... Dan moet hij wel even achteraan de rij sluiten, denk Met, ik. Met uh, aflevering 150, omdat we wel wat tijd voor hem kunnen maken. Ja. ja. Warm welkom natuurlijk aan onze luisteraars en de live-kijkers op Twitch. Zitten er allemaal weer warmpjes bij. Ivo Terror, Michael, Johan, Marcel. Dat is ongelooflijk. En ja, alle andere 485.000 kijkers. Welkom allemaal. Nieuws is weer net zo schaars als het nieuws dat niet over corona gaat tegenwoordig. Maar het nieuws wat er is, is het wel weer waard om te bespreken. En ik hoorde het net van mijn co-presentator Rick dat Xbox de app heeft verneukt. Dus mooi oh, brug naar mijn. Yeah. Uh, yeah. <laughs> oh. Maar in race heeft natuurlijk een mooie brug naar me gelijk mijn co presentatoren Rieff Rick. Jaffri en Rick. Hey, en Rek. Ja, hallo jongens. Fijn dat ik erbij ben. Hallo. hallo. Mag. hallo. <laughs> welkom, welkom uh, Sjaaf. De podcast-squad, zegt Johan, dat is inderdaad zo. Maar uh, take it away, jongen, hey. uh, Je mag het gelijk aftrappen met gezeik over de app. Nou ja, ik, ik zag al wat mensen in de, in, in de chat waarvan ik weet, zeg maar onder andere Evil Terror, dat die gewoon het vertikt om zijn Xbox-app te updaten, omdat ze echt gewoon een grandioze misstap gemaakt hebben, joh, met deze update. En uh, dat. Ik had hem dus wel geüpdate. Ik dacht, oh, mooi, weet je wel, nieuwe app kan ik eindelijk op mijn iPhone. Uh, um... ...console streamen, want dat is dan ook... ...direct het enige voordeel van die nieuwe app. Maar verder, jongen, die app... ...oh, man, 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 het is onoverzichtelijk. Uh, okay. Ik kan mijn... ...achievements uh, en mijn voortgang... ...niet meer vinden. Huh? Ik kan niet meer de... ...volgorde van games zien die ik de laatste... ...paar keer gespeeld heb. Dat was altijd een beetje... ...mijn extern geheugen... ...als ik hier aan het <laughs> einde van, van, van... ...deze podcast moet zeggen wat ik afgelopen week... ...gespeeld oh. had. dat ik gewoon <laughs> even in die app kijken. Yeah. Is gewoon allemaal weg. Ik kan geen... ...codes meer invoeren... Ik, nou, ik, ik maar dit stop. is toch juist die app waarvan ze juist hebben gezegd: van, nu wordt het allemaal alleen maar fijner om uh, dingen te sharen en zo. Nee, en maar weet je zeker dat je de goede app hebt dan? Ja, want ik zag het ook niet, want joh. Je hebt een companion app en je hebt een yeah. Xbox app. Ik heb, de, ik heb het over op de telefoon. Ja. De, uh, zowel oh. mijn Android-Device uh, Android als mijn Apple-Device. Heb ik het oh, uh, over. We hebben even weer uh, de twee devices, de devices hoor. Oh, ja. Dat doen we gewoon. Nee, maar het is echt alsof de stagiair van de stagiair die app gemaakt heeft. Nee, maar <laughs> Hoe dan? Heb, heb je wel de goede app? Want de, de apps zijn ook al in ieder geval op Windows. Ik gebruik die van een telefoon nooit eigenlijk. Ik gebruik ja. altijd van Windows, maar daar zijn ze gerebrand. De Xbox app, dat is tegenwoordig de... Ja, daar kun je je Xbox Game Pass games vinden. Ja. Maar, nee, maar wil God, je echt luisteren. dingen doen tegen nee, maar je Xbox aan, dan moet je de Xbox Companion app hebben. En dat is een nieuwe nou, app daar hoor. Gast, luister, ik snap dat jij mij soms drie, vier keer dingen moet uitleggen. als het gaat over frame rates. of als het gaat over resolutie. Maar in dit geval weet ik echt wel wat de Xbox-app is. En heb ik dat natuurlijk ook even opgezocht uh, op Xbox.com? van Heb ik verdorie wel de goede app? En dat is zo. En het is echt een gedrocht van een ding. Uh, ik weet zeker dat mensen mij in de chat hiermee gaan backuppen. en zeggen: Ja, jij je bent de wijs man. Waarom leid jij de podcast niet? Ja, precies. Nee, maar vorige keer had je het ook al niet goed. Met je dashboard uh, 1080p. Eh, uh, uh... <laughs> <Ja. lacht> wordt even tijd voor een rectificatie, denk ja. ik. Uh, ja. Ik heb zo het idee, Niels, dat, we, dat Rick tegenwoordig even de podcast mag leiden. Oh ja. Nee, is goed, Joh. Dan, dan, uh, dan ben je gelijk na een half uur pas bij de intro. Hij heeft eerst een half uur nodig voor die eerste zin. En dan zegt hij welkom bij de met XPNL. Ja, maar dat, kijk, daar zit een soort psychologisch effect achter. Dat mensen die oh, oh. willen, die denken van, oh, dit gaat allemaal komen. Snap je? Ja, en dan is de podcast eigenlijk al voorbij. Ja. Nee, maar, maar zonder gekheid, um, de app is geen vooruitgang. En um, het is jammer, want uh, ik gebruik hem heel graag. Maar nu, nu ga ik hem alleen maar voor console streaming gebruiken. En um, ja, het is helaas niet anders. Okay. Maar je zegt die aan... Xbox Beta app. Is die dan beter of is dat nog de oude versie? Of uh... hoe werkt dat? De Xbox Beta app is nu de Xbox app geworden. Oh, dat was voorheen de beta app. Ja, Hij is dus ja, eigenlijk van ja, beta naar Alpha gegaan. Mensen, ik, ik ben een van die gasten die uh, niet zijn telefoon voor van alles en nog had gebruikt. Daar heb ik een PC voor. <laughs> ja, maar uh, <laughs> vandaar dat ik Xbox. niet helemaal up-to-date ben met apps en toestand. Ja, dit geeft niks. Maar, uh, je wordt wel gewoon gebackupt oh, in, in, in de chat, hé? Hey? Rick heeft gelijk, niet Rick zo basje. Uh. <laughs> ja, ik kan het, ja. In de kan het chat niet maar zien, maar... Wat is dit nou, Is het de, de Rick-fanclub of zo? Ja, je donder even op allemaal. Gelijk die 480.000 viewers maar me weg. Ja, maar ik heb, ik heb gratis codes beloofd. Ja, uh, oh, je hebt natuurlijk ja. een deal gesloten met ze. <laughs> maar goed, het enige voordeel is uh, dat je dat de console streaming het doet. En daar heb ik veel gebruik van gemaakt. En daar zal ik later bij, die, uh, bij de ronde wat we gespeeld hebben nogal over uitweiden. Want dat werkt verdraaid lekker. Ja, nou, nou dat ja. kan ik me weer niet voorstellen. Maar goed, dat horen we dan wel. Ja. Oké, okay. nou. Nou, Goore zullen we beelden. maar met een... Uh, ja, ja, nou, doe dat maar <laughs> eerst, oké. Okay. Nee, ik dacht, we pak de headliner even. Maar uh, vorige, uh, uh, vieze, goor vunzige wow, ranzige, uh, vieze echt. beelden van uh, Scorn. Ik moet wel zeggen, ik heb het echt van voor naar achter gekeken. Ik vond het echt goor, ranzig, maar ik zat wel geboeid te kijken. Ja, ja, ja. maar goed... Ja. Jij hebt natuurlijk met een technisch oog naar gekeken, of niet? Ook. Ja, zeker. Want ja. dit was eigenlijk, eigenlijk SCORN, zeg maar, is van een van de eerste games. waarvan ik van. Dit is nou een complete Series X. Geen ja. tussenversie. of weet ik wat allemaal, oude technologie. Nee, deze is gemaakt voor de Series X. Ja. Nee, maar en, en het, het ziet is... eruit alsof je minister <coughs> van een lichaam bent. Gadverdamme. Ja, nee, maar het is ook niet goor als in Doom. Weet je, met ex exploderende hoofden. En, nee, het is gewoon echt goor. Kan, maar alles is vlees en plakkerig oh. en... ...alles beweegt en... ...en, en, en klopt. Oh, en, bak, en dan ik bedoel ik echt, mijn echt als een hart wat klopt. En weer wordt ge-upgrade bijvoorbeeld... ...en dan wordt helemaal helemaal... Ja, paar... fucking goh, jongen. Echt. Ik ga deze game ook niet spelen, hoor. Dag. Ik ga over mijn nek thuis de streamen. Ja. Maar wat vijf. zie je er technisch van? Ja, nee. De, de, technisch ziet het er heel goed uit. Ja, Dit is inderdaad. echt uh, wel, wel een mooi stukje... Scherp. Heel veel details. Heel ja. veel. Iets te veel details. Ja, precies. Iets te veel. <laughs> Geluid is uh, gewoon echt uh, ja, prima voor elkaar. Maar uh, nee, alle mooie lichteffecten. Ik heb nog niet echt iets van ray tracing ontdekt. Nou, maar daar is echt. het ook niet te typisch een game voor. Dus misschien zit het er ook niet in. Hoeft ook niet. Want je hebt niet heel veel met reflectie en zo. Uh, mm -hmm. En nou. dynamische belichting is wat. Is het meen, zo? Ik. Bro, als je gewoon als je de lampen op het vlees ziet schijnen, dan wil je toch gewoon. Ja, maar dat is, dat is gewoon de standaard uh, lichtreflectie. Uh, dat, dat heeft er altijd ja. wel goed in gezeten. Dus dat is gewoon belichting eigenlijk. Maar je hebt niet dat je in een reflectie... een... Uh, 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 nou ja, gewoon echt een spiegelbeeld van iets gaat zien. Ja. ja. Oh, dat is vies, zeg. Godverdomme. Ja, gewoon de oh. hele tijd. Gaat me door ook. Ja. Echt heel goed. Het is ook gewoon veertien minuten gameplay... hebben ze gewoon getoond, hè. Niet ja. normaal. Ja, precies. Ik, ik vond die... Uh, die uh, het uh, wel wat weg hebben... van de, van de huis, zeg maar, in Gears. Dan heb je van die... Uh, ja. Um, ja. die ondergronds ja, levels, ja, zeg maar... Ja. met... Uh, ja. Uh, ook met die uh, bloedaders en zo. En daar ja. uh, had ik een beetje een associatie mee. Behalve dat dit dan weer een stapje gruwelijker is. Absoluut, ja. Uh, ik hoor ook, uh, Ivo Terro in de chat zegt ook. Het is echt next gen. Ik heb het op de telefoon gezien. Nou, het is ook natuurlijk wel zo. Je moet het echt wel ervaren. Wil je dit gewoon echt helemaal tot zijn volle glorie zien? Maar je ziet al wel op zo'n beeld, ook hier in de stream. Zie je wel het aantal details. Dat uh, spreekt wel voor zich, zeg maar, de beelden. Ja, ja, zeker. Nee, maar het is gewoon helemaal een goede kloppende wereld. Alles zit erop en eraan. En uh, dat vind ik best wel next-gen. Want uh, ja, dat is wel typisch current-gen dat, dat je naar iets kijkt... en je zit overal wel kleine minpuntjes qua details ja. en zo. En dit is gewoon nou ja. helemaal kloppend. Stel het voor, chef dat je dan zometeen uh, uh, zo'n zo Gears-level met deze graphics... Nou, gadverdamme. Ja, Geers nou ja, uh, gaat ook echt wel uh, een aantal he hele mooie upgrades krijgen. Die vanaf launch ook beschikbaar zijn. Kunnen we dadelijk uh, nou, misschien mag ik daar wat over zeggen? Want ja, er is net we. een artikel van uh, een uh, exclusief interview uh, geplaatst uh, met Rod Ferguson op IGN. En uh, uh, Geers gaat een aantal flinke upgrades krijgen. Onder ja. andere ga je de online multiplayer in 120 FPS kunnen spelen. Oh, yeah. Duidelijk, ik denk niet dat het op 4K is. Um, maar goed, um, daarnaast komen er nieuwe, nieuwe, nieuwe game modes um, voor ja. de, de campagne. Dus uh, Game Mode Plus, dan kun je hem nog hoger spelen dan op Insane. En veel belangrijker, dat, uh, nou, dat, dat heeft echt niemand rekening mee gehouden, er komt in december verhalende DLC, wordt er toegevoegd. En dat is oh, voor dat het eerst uh, in de Gears geschiedenis um, dat dat gebeurt. Oh. En uh, ja, begin december horen we, horen we daar meer over. Um, maar het zou nog dit jaar uit moeten komen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Wat we daar wel al over weten is dat die verhalen in de DLC Hivebusters gaat heten. En okay. voor degenen die gear spelen, je hebt daar de Escape mode. En dat speelt zich af in een Hive. Uh, een beetje zo'n ondergrondstelsel zoals we net bij Scorn yeah. zagen. Who are you gonna to call Hivebusters? Ja, maar die drie, die drie characters die in de Escape spelen, dat zijn. Mm -hmm. Relatief dat zijn voor de Gears franchise um, op de Xbox onbekende characters. Yeah. Maar in de comics zijn die wel bekend. En oh. waar de verhalende DLC over gaat, is nice. dus om in de game deze characters, ja, het verhaal van deze characters te gaan vertellen. Vermo Vermoedelijk. Ik heb niet eens Escape gespeeld, trouwens, moet ik wel bekennen. Ik kon niet. Ah, Escape is waarschijnlijk hoor. Gears 5 moet ik nog verder uitspelen ik zit op ja twee je hebt jongen heb jij bent helemaal af je moet nog een ja, beetje nee, trespect, ik heb dat expres bewaard voor de Xbox Series X ja 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 al vier jaar zeker ja, ja, exact. <laughs> ja. nee maar uh, verhalen de DLC ik dacht dat het uitgestorven was dat dat uh, niet meer kon tegenwoordig Tuurlijk wel ja we hebben net nog van de Outer Worlds verhalen in de DLC gehad ja. en nu nee, ja, dat... heeft... je ziet het echt amper tegenwoordig nog hè ja. Zo, je hebt elke maand ga je direct die over CLC's komt DLC ja, ja, aan dat, dat is geen verhalende DLC. Nee, ja, een... niet nee, waar ik echt op wacht natuurlijk is gewoon verhalende DLC voor GTA 5. GTA 5. Ik wil eigenlijk gewoon GTA 6 het ja. niet erg vinden Ja, als je het niet erg vindt inderdaad. <laughs> ja. Ja, met verhalende in DLC kunnen we misschien weer tien jaar tegenaan. <laughs> ja of Red Dead Redemption 2 misschien verhalende ja, maar stel je dat toch eens voor joh dat je van, van die verschillende uh, characters in Red Dead Redemption 2 dat je ieder jaar een verhalende DLC van een paar ja er, nou is, exact is dat, dat je Dutch speelt of zo gewoon vanuit Dutch perspectief ja holy ja. shit ja nou weet je de laatste in de DLC die we echt groot hebben gezien was dat die uh, met de The Witcher die echte expansion ja, pack die daarna ja die was echt wel leuk. maastelijk, ja 40 uur gameplay erin hello ja, ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze niet gespeeld, maar ik, ik weet er genoeg van. Vooral de Blood and Wine. Dat is gewoon eigenlijk een uh, nieuwe game. Bijna, bijna een hele nieuwe game is dat. Ja. <laughs> Echt hè? Maar uh, nou ja, goed. Dat is zover uh, de DLC. Even kijken of we al. Ja, ik zal nog twee dingen zeggen. Uh, ik ben heel benieuwd naar die upgrade van The Witcher 3. Dus die komt natuurlijk ook nog aan dit jaar uh, ja. voor de Series X. Een mm -hmm. next-gen upgrade. Die ik op mijn Game PC ga die nog steeds niet heb besteld. Juju. En de tweede is een uitspraak van uh, CD Projekt Red. Natuurlijk de ontwikkelaar van The Witcher 3. Die zegt van ja, The Witcher 3 was een mooie warming up voor Cyberpunk. Ja, oh, dat is dat fuck. wel een uh, mooie marketing spraak <laughs> natuurlijk dat. Dat zijn mooie headliners, jongen. Die <laughs> ik weet ik, niet, ja. ze moeten, ze hebben nu, ze hebben de lat nu zo hoog gelegd. Ze hebben echt mega veel te bewijzen, hè. Kijk, ja, The Witcher... Ik snap het ook echt niet dat ze ervan blijven hypen. Ik nu, want ja. toen The Witcher 3 uitkwam... Uh, lagen de verwachtingen daarvan niet zo hoog? Dat was gewoon de Witcher nou, 2 nou, met, uh, met nog iets erbovenop. Niet alleen Cyberpunk, nee, maar de Witcher 3 had toch behoorlijke hype gekweekt hoor, en waargemaakt overigens. Oké, okay, ja, nou. Maar ik Cyberpunk dacht dat het is nog een zo erg in van iets vooruit te gaan. Nee, de Witcher 2 was er redelijk onbekend soort van. De Witcher 3 werd in één keer super gehyped, en op de E3 van 2015 had hij toch een potverdorie mooie trader. Mensen dachten van, oké, moet je niet, maar ik ga wel door 3 spelen. <laughs> nou, dat is dus gewoon gebeurd massaal. En uh, uiteraard goed, uh, maar ja, gewoon een, een succes. Want uh, daar sindsdien is City Project, Project Red wel gest, uh, gegroeid, ook een aantal werknemers. En uh, het grootste bedrijf, maar mij, entertainmentbedrijf bedrijf van Polen. Ja, maar ja, ze, dun, 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 dun. dat ze zo groot zijn geworden de afgelopen tijd, dat heeft echt te maken met... Uh, hun cyberpunk ontwikkeling. Ja, nou precies. Dus daar ja, hebben ze heel ook. veel investeerders meegekregen. Ja, 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 maar ja, ja. ze moeten het nog steeds gaan waarmaken dat. Ja, nee, precies. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ook een beetje tricky om uh, zo te blijven hypen of uitspraken te doen. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, hè, dat bedoel, hè, we waren vorige week de trailer van de nieuwe, uh, ja, gewoon nieuwe beelden van de game. En dat ziet er gewoon, gewoon nog beter uit dan voorheen. En je ziet juist geen downgrade, maar een soort van upgrade. Ik dacht, hoe krijg je dat voor elkaar, joh? ...gewoon overdeliveren. Ja, nee, dat is wel mooi. Dus dat het gewoon echt ook goed eruit gaat zien. Ja, dus uh, dat is wel echt heel erg fijn. Maar ja, weet je, ik uh, moet zeggen... ...ik ben dus eigenlijk in november te druk... ...voor die Series X en Cyberpunk. Maar uh, vooral dat het zo'n grote game is. Dat heb ik eigenlijk met Watch Dogs, Legion... ...en Assassin's Creed Valhalla ook. Die mogen maar mij terecht nog een half jaar uitgesteld worden. Dus gewoon, het zijn zulke grote games dat ik denk van... ...ja, ja, klopt. ja wat de hel, weet je wel. Dus uh, nee, ja, goed. maar dat zijn ook altijd wel games... ...die je prima later nog eens een keer kunt spelen... Gezien. Rikke, nog een uh, single-player gedachte? Ja, ik ben er nog. oké, oké. Dat is goed. Ja. Ik, denk, ik moet even een beetje wakker houden. Ja. Maar ja, um... Cyberpunk loopt <laughs> die gewoon niet zo warm voor. Hm? <laughs> ja. Zeg één keer CLC's en dan je helemaal... ja, <laughs> en je wordt wakker en dan, uh, daarna valt hij in slaap. Ja. Ik ben niet zo gehyped, Jij van Cyberpunk, hè? Rick? Wat de hel? Nou, niet zoals jullie, nee. Maar ik, ik moet zeggen, de, bij die laatste twee trailers, dat je ook wel meer van die buitenwijken ziet. Zo. En uh, uh, word ik wel enthousiast. Je, je, maar ik heb met het cyberpunk-genre gewoon wat minder, maar ik denk oh. dat ik het wel tof ga vinden. Maar oh, um, is zo fijn. ja, ja, mensen die trouwens die aan de podcast aan het luisteren zijn, helaas weer geen beeld erbij. Maar je zou voor de een keren op dit moeten kijken, en dan heb je een mooie video-studie bij de Jeffrey verzorgd en dan zie je hoe mooi deze game is. En uiteraard heb je dit redelijk al gezien op onze website isofnederland.nl, want daar kan je natuurlijk elke week weer nieuws lezen van. Xbox. Als je oh, tegenwoordig Xbox nog Xbox. geen beelden hebt gezien van Cyberpunk, dan weet ik niet waar je hebt geleefd. Ja, dan, uh, ja. inderdaad. Dan, ik uh, heb trouwens wel de week na Cyberpunk uh, vrijgenomen. Voor, om gewoon even lekker te gamen en Zo. te chillen. En dat is echt goed geregeld, uit, man. Maar natuurlijk ook Assassin's Creed en nog wat andere ja. games. Och, man, vrijnemen. Kan dat? Überhaupt vrijnemen? Oh nee, kan het maar niet. Ja, ik heb de herfstvakantie overgeslagen. Dus, uh... Niels, als jij is ja? nog wat minder loopt te klagen over hoe druk je bent. <laughs> En in die tijd dat je loopt te klagen over hoe druk je bent, je nou gewoon het bezig gaat met werk. Jongen, ik deel zo meteen een screenshot van mijn agenda, mag je kijken wat ik aan mijn producties heb staan. Dus nee, maar Jas, hallo, die jongen die maakt werkdagen van 7 uur, hè? Ja, 7 uur. Maar van die twee, uur zitten we nu lot te klagen? Houd oh, 7 uur. Ik <laughs> net de introductie van de dag achter de rug. Ik heb een gedaan. Maar goed, laten we daar niet verder over hebben. Uh, <laughs> uh, even kijken, nou we toch net over 6 uur van Halle hebben gehad. Even een jump maken naar merchandise vanuit Ubisoft en Rainbok. Want ik vond het ook geniaal hoe Rob het had geschreven in het artikel. Tja, wat is een Viking zonder snelle schoenen? Niks toch? Nou, Reebok heeft de oplossing. Waar je gewoon best wel. Ik vind het echt best wel vet uitzien. zien. Reebok schoenen van uiteraard Sescuit Valhalla. En dan vind ik sowieso de huisstijl van Sescuit Valhalla sowieso vet. Groen logo. Met donkere tinten overal. En uh, ja, goed. Ik vind die schoenen wel uh, behoorlijk uh, cool. Ja. Vooral de, denk ik uh, de middelste en de zwarte variant. In de Ai. chat zeggen ze dat ze voortaan iedere keer dat Niels Klaag een euro over Ah Ja. <laughs> hey, ja, hey, nu nou, gaat het, het geld kosten. Kost, nee, uh, nee dat hoor je niet meer. Ja. Elke keer dat Johan op Jeffrey basht, dan uh, kan er ook een euro terug worden gestort. Dan ben ik rijker, denk ik. Hé, hey, maar ik moet wel zeggen: van. Um, ik vond die. Uh, die schoenen er ook. Uh, ook al uh, wel vet uitzien. Ja. Yeah. Maar. Um, op de een of andere manier vind ik zeg maar zo'n. Um, de, de vibe rondom Assassin's Creed. Vind ik helemaal niet passen bij zo'n sportmerk. Ik weet nee, niet of want het, het is ook veel te modern. Ik vond het van Cyberpunk. Ja. Dat, dat ja. was beter geweest. Alleen waren dat. Aard. Afschuwelijke, lelijke schoenen inderdaad. Ja. ja. Maar bij zo'n game heb je ook die associatie, wat, tenminste daar heb ik die associatie veel meer bij, maar bij, bij zo'n game zeg maar die zich in het vikingentijdperk afspeelt, heb ik helemaal niet, niet, geen associatie met sneakers. Dus eh, behal, behalve dat ik ze er vet uit vind zien, zeg maar, snap ik gewoon marketing niet helemaal waarom ze daarop insteken. Nou ja, ik vind sowieso marketing-wise hebben ze ook met uh, Like a Viking ook, hè? dat is heel erg modern ingestoken, de editing. ...dat ja. ik denk van, dat past daar eigenlijk ook helemaal niet. Nee, precies. Nee, dus ja. Ja, ik, ik vind ook, uh, ja, ik vind het ook... ...ik vind de een coole schoenen, maar ik vind dat sowieso... Ja. ...weet je, ook al staat er geen Ascenscuit op... ...vind ik nog steeds de uh, coole schoenen. Ja. <laughs> Ivo zegt, in Valhalla zou je waarschijnlijk wel veel rennen. Zo so makes sense dat je dan goede ja, padden draagt. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> dat is weer waterdichte logica dit. Dat <laughs> ja, je dan zometeen ook als DLC... <laughs> ...gewoon die schoenen kan dragen in van Valhalla, weet je wel. Ja. Dikke ja. patten. Dikke patten dat je dan misschien wel... Ik zit even maar goed. Te zik, hoor, Cyberpunk Shoes, want die had dat toch, uh, oh ja, die verschri verschrikkelijke Adidasen. Zo, heb ik iets gemist? Ja, die of een... Een... ja, die, die... ja daar, oké, okay, there you go. Ja, ze <laughs> ja, even erin in de regie gooien. Oh, ja. hoe, vet. Nee, joh, lekker ja. op maar. <laughs> Nee, dit is niet oké, okay, dit. dit is soort van, Misschien uh... voor dames zou het nog een keer kunnen, maar ik vind het niet... Uh... Ja, we hier zien inderdaad hier even kunnen. voor de luisteraars een soort zwart-paarse ja, zwart schoen met een soort van zwarte tijgenprint erop. En goud aan de zijkant. Ja, ik denk dat het in Den Haag zou het wel goed staan, denk ik. Uh... Of Rotterdam. Ik weet niet, hij, hij valt even niet yeah. bij mij. Maar goed. Nee, het valt bij, het valt bij mij ook niet. Schilderswijk? Nee, oké, okay. <coughs> nee, okay, nou goed. Oh. Anyways. Goeiedag. Tweede <coughs> trash, nee ik ga niet iedereen voor het hoofd zetten die uit Rotterdam of Den Haag komt, sorry. We hebben al veel uh, vijanden gemaakt in het verleden. Ja, yeah, I know. Die Chinezen zijn al niet meer, uh, de Belgen, die uh, die het ook al niet meer leuk, dus. Uh... Anyways, zal ik dan maar even de headline erin gooien? Nou, knal Want... maar op. Game Pass Platinum. What the fuck? Daar gaan de oren van spitsen. Ja. Game Pass Platinum is blijkbaar een term dat is gevallen, <coughs> laten we het gevallen wat door iemand... Van de Xbox-divisie. Ja, nee, door Toen veel. Een uitgebreider veel zelf... abonnement. Oh, echt? echt? Oh, had ik niet eens ja. gekregen. Nee, um, in, uh, het begon eigenlijk allemaal met um, uh, dat, dat uh, Phil Spencer. Uh, dat is eigenlijk, dat was een van de andere headliners die we hadden, toch? Uh, dat de X-cloud. Ja. Hij wil graag ja. dat X-cloud ook beschikbaar wordt op gekoppelde devices. En uh, uh, yeah. dat je dan niet een Xbox nog nodig hebt. Uh, dat je ook niet een. ...telefoon of een andere Android-device nodig hebt, maar dat je gewoon een stick hebt uh, waar, waar xCloud op staat, dat je die in kunt leggen in je tv, hetzelfde als Chromecast. En ja. uh, dan kun je gewoon aan de slag. kun je een uh, Xbox-controller pakken en dan kun je gewoon gamen. Ja. Uh, dat heeft uh, ja. Phil Spencer gedropt in een interview met The Verge, die gisteren is verschenen, of vandaag zelfs. En uh, nou, dat was op zich wel opvallend, want uh, normaal gesproken laat hij zich niet zo erg uit over waar het allemaal naartoe gaat. Maar uh, ja, ja. Heeft hij heeft hiervan wel gezegd, van, nou, okay, dat is wel waar we naartoe willen. En nou, dan ja. is maar de vraag of ze dat dan zelf gaan doen, of dat ze daar misschien een leverancier voor hebben die dat gaat doen. Um, maar dat wordt een interessante dus. En eigenlijk in uh, dezelfde zucht noemde hij ook, gewoon even out of the blue, het term Game Pass... Uh, niet Ultimate, maar Platinum. En dat Platinum, zou een ja. level daarbovenop zijn, dus. Uh, waarbij je net zoals met All Access. Met All Access krijg je dus een Xbox als hardware. Maar met Game Pass Platinum. krijg je dan Game Pass Ultimate. Met daarbovenop een stukje hardware. om X-Cloud te gaan spelen, dus. En misschien hmm. wel met een controller of niet. Ja, precies. Dat valt erbij, ja. ja. Maar dat geeft eigenlijk aan dat Microsoft nog meer toe wil naar die. Uh, hardware as a service, wat ze eigenlijk het met centrum van de woonkamer. Ja, ja en uh, dat het gewoon heel makkelijk wordt om naar de winkel te gaan, zo'n ding uh, aan te schaffen en uh, aan de bak te gaan. Maar het nou, is gewoon een gouden geef volgens mij, hè. Zo slim, dit. Ja, en uh, ja, de verwachting is ook al dat, dat volgend jaar uh, dit soort dingen gaan komen. Ja. zouden jullie het uh, kopen? Als je het niet al een Xbox had. Uh, ik weet het daar niet. Ik, ik denk dat ik het als als er zoiets uh, gaat komen, dat ik dat wel echt ga overwegen. Want op dit moment heb ik een aparte Xbox in de woonkamer. Ja. En dan hoef ik niet nog een aparte Xbox daar te hebben. Kan ik die verkopen? En dan heb je gewoon dat alleen. En je weet zeker, je hebt dan alles altijd bij de hand. En dat is ideaal. Want als ik in de woonkamer zit, wil ik andere games spelen dan wanneer mijn kids in de woonkamer zitten. Ja. En uh, ja, je kunt alle games kun je gewoon direct opstarten. Dus je hoeft niet het eerst te downloaden, te installeren op je apparaat en uh, dat je dan kunt spelen. Maar dan heb ja, je hebt gewoon je hele bibliotheek, heb je gewoon ineens ineens beschikbaar. Ja, ja, maar uh, wel gespeund, dus dan kun je afvragen is de kwaliteit net zo goed? Ja, maar volgende tijd of uh, volgend jaar en uh, het zit altijd op een vaste locatie, dicht bij de router en zo, denk ja. dat dat haast wel goed zit. Ja. Dat ja, misschien dat je wel een, een, een hardware... Erin, of uh, gewoon een kabel in tv kan pluggen... Hoor, die misschien daar gebruik van maakt of zo. Ja, misschien ook. Zou nog mooi zijn. Maar ik verwacht dat het gewoon iets chromecast iets wordt. Ja. En jij, Rick? Ja, ja, nou ja, sowieso wel. Uh, ik vind het initiatief uh, heel tof. Ik denk uh, dat het helemaal past in hun visie, zeg maar... dat ze een veel grotere groep willen bereiken... dan die 200 miljoen mensen die wereldwijd console-gaming doen... Mm -hmm. En uh, ik denk dat dit daar een middel voor is, net zoals al die uh, uh, middelen die ze ingezet hebben om uh, gaming op de mobiel toegankelijk te maken. Of ik daar ook voor ga, dat zie ik me nu nog niet doen. Ik hou gewoon heel erg van mijn gamehokje en mijn televisie en mijn console daarnaast en een beetje de uitstraling die dat heeft. Ik zie wel het voordeel wat Jeff noemt van ja, je hebt natuurlijk op meerdere plekken in het huis soms wel een tv of een schermpje staan. En hoe makkelijk ja. is het dan als je een soort... Uh, uh, gewoon een kastje hebt of een sticky en die kun je gewoon meenemen, weet je wel. Dat is ja. natuurlijk wel echt uh, heel erg ja. relaxed. En wat wel ideaal is, je hoeft je games niet van tevoren te installeren. Het is gewoon ja, handelig, het is... hè? en je hebt je hele bibliotheek heb je beschikbaar. Ja, ja. Nou ja, dikke, dikke nee. mooie win ja. for LAN parties ook. Gewoon je tv ja. meenemen en een sticky. Ja. Ja, je hebt je Game Pass library beschikbaar ja. toch? Ja, klopt. Game Pass. Ja. Klopt. Ja, maar goed, daar zit natuurlijk meer dan genoeg in. Uh, ja. Dus ik, ik zie daar wel een meerwaarde van in. Als het morgen uit zou komen, zou ik het nog niet doen. Uh, maar ik denk dat er dan een moment komt. Uh, ja, dat, dat ik denk van. Nou, voor. Uh, als de kids ook wat ouder zijn, dan wordt het wel gewoon heel handig. Ja, ja. ja, ja. Ik, ik heb zelf. Uh, denk van, uh, niet nodig. Maar uh, ik vind het wel een heel goed initiatief. Zeker omdat het gewoon. Kijk, hier X-Perceus. Ergens zit nog zometeen al echt. Dat je denkt van, yo, hey, wat een wat een prijs eigenlijk voor een next-gen-console, 300 euro. Uh, waarbij ze dus echt al een plek innemen in de markt waar je gewoon voor ja, zo min mogelijk euro's al in het Xbox-ecosysteem uh, terecht kan komen. En dit zal nog, nog laagdrempeliger zijn. Dus uh, voor, ja, misschien en dat, het dan, dat er dan in zo'n hardware sticker dan wel genoeg zit om eventueel op te schalen of ik voor wat. Dus het zal al, uh, ja, is wel nice. Ja. Ja. En uh, hey, ja, in hetzelfde interview gaf Phil Spencer ook aan dat. Uh, er is geboekt met Apple. Als je het hebt over xCloud. Ja, nou uh, precies, zoals andere uitliningen. Het ding nu is natuurlijk dat. Uh, ja, uh, uh, alleen Android-spelers kunnen hier mee aan de slag. Maar uh, ja, uh, iOS-gebruikers hebben dikke pech. En dat was wel even een bummer uh, afgelopen zomer, of de afgelopen maanden eigenlijk. Uh, het leek er ook wel een hele poos slecht naar uit te zien. Van ja, dat komt niet zomaar. En uh, eigenlijk gaat het nog steeds niet gebeuren. Maar Microsoft heeft een soort van workaround gevonden, dat er niet een native app komt. Dus dan heb je geen app die je installeert via de store. Maar dat ze het web-based gaan doen. En dan ga je oh ja. dus naar een webpagina. En via die webpagina installeer je een, de webpagina als een soort van app op je telefoon. En dan heb je eigenlijk exact dezelfde ervaring. Dus dan kun je gewoon op je homescreen naar Xcloud gaan. En uh, dan draai je Xcloud eigenlijk in, uh, in de web. En dat ja. werkt net zo goed. En uh, Phil Spencer die heeft dus in een interview ook gezegd dat, uh, nou, dat, het gewoon, uh, dat, dat ze daar een heel goed gevoel bij hebben. Dat het ook al prima werkt en dat het zelfs uh, begin volgend jaar al naar de ios devices komt. Ja. En maar dat wat betekent nog dus gekregen, ook Rick? dat het op andere apparaten komt. Uh, maar wat is dan even het verschil? Want Riks had geschreven over speel vanaf nu Xbox Games op iPhone of iPad. Ja, maar je hebt twee vormen uh, waarop je op je uh, devices kan uh, spelen. Dat is console streaming. Dan heb je yeah. dus, je eigen console is je, uh, waar je vanaf streamt. Je zendt hem uit, ja. En daar heb je dus ook daadwerkelijk een console voor nodig. Ah, ja. X-Cloud, gewoon uit de datacenter uh, yeah. yeah. van Microsoft. En, en daar en... is gekut over. Ja, dat, dat, dat vond Apple niet oké. Okay. En, uh, en dit is een hele mooie uh, workaround eigenlijk... Ja. Om ja. dus eigenlijk de App Store. En, um, en het geeft in, in potentie, denk ik, dan ook heel veel mogelijkheden om het ook op andere devices gewoon vanuit je web te spelen. Ja, ja op een PC precies. gewoon. Of op een laptop. Ja, een laptop. ja. ja precies. Ja, en, en, en het mooie daarvan is, dan maakt ook zeg maar natuurlijk ook gewoon het type laptop of PC dat je hebt, maakt niet uit omdat je streamt. Nee, zeker. Dat kan ook ja. op mijn iPad doen, dus gewoon iPad voor je neus. Ja. Nee, die ontwikkeling gaat echt doen. heel hard. En er is eigenlijk nog meer goed nieuws. Want tegenwoordig is het ook. But wait, mogelijk... there's more! Nee, maar het is onvoorstelbaar hoe goed Microsoft oh, al niet is. We zijn oh, verder bad. geen fanboys of zo, maar het is onvoorstelbaar. <laughs> nee, maar uh, het, het laatste goede nieuws, hè, daar houden we ook echt op over uh, het, het aanprijzen van uh, uh, deze mooie gimmick. Oh. Dat is uh, dat je uh, uh, straks voor uh, in ieder geval een, een, een deel van de spellen. niet nog weer een aparte controller nodig hebt, maar dat je die gewoon met touchscreen op het scherm kunt spelen. En dan heb je dus uh, knoppen wat gewoon virtueel op het scherm zit, net ja. zoals je dat je dat van Iphone spelletjes gewend bent. Ja, uh, en ik verwacht dat in de loop van het jaar volgend jaar dat alle games op die manier zijn te spelen. Ja, ik moet nog zien of dat fijn speelt. Echt, nou, ja. Nee, dat speelt altijd minder fijn. Natuurlijk ligt ja. een beetje aan het type game. Hè? Kijk, als je een strategie hebt, dan is dat meestal wat beter te doen. Want dan ben je niet afhankelijk van je muscle reflexes. Muscle reflexes? Ja, nee, maar bij games waarbij waar, ja, je daarvan wel... Als een soort van vis. Muscle. Muscle. <laughs> muscle. Ja, sorry. Sorry voor mijn Engels, jongens. Die is gewoon niet zo goed. Ja, maar muscle reflexes. als je shooter speelt of uh, hier bijvoorbeeld uh, Ori, ja dan wil je wel uh, een, een aparte controller hebben, denk ik. Ja, ik moet trouwens eerlijk zeggen, ik, ik, uh, ik vind die Razer uh, Kishi um, niet per se heel fijn. Nee? En uh, met, hij zit, uh, zit wel lekker in de hand, dus dat is het hele, hele punt niet. En ook uh, de, uh, de uh, action buttons, zeg maar, die werken werken prima, hoewel die AB uh, switch die. Um, die um, nou ja, dit, nee, trouwens, het is, is wel hetzelfde als bij de Xbox controller. Maar um, wat ik niet fijn vind, is de thumbsticks. Ik vind dat ze te veel, te weinig uh, sensitief zijn en te veel weerstand bieden. Oh. En, um, ik heb er van de week toevallig uh, onder andere Doom Eternal meegespeeld. En dat vond ik uh, met richten echt niet goed te doen. En ik kreeg het ook niet gefixt met de sensitiviteit uh, aan te passen. In de, maar is uh, in de is de dat bus. niet iets wat uh, niet zozeer aan het apparaatje ligt? ...maar meer aan xCloud zelf... ...omdat daar gewoon een vertraging in zit natuurlijk. Ja, dat weet ik dan niet. Ja, dat het dat, gewoon latency dat, is. Ja, Toen dat er het... latency problemen zijn. Ja, ja dat, okay. die ervaring had ik namelijk. Dat het mm. gewoon uh, niet zo heel erg geschikt is... ...voor snelle games. Zoals shooters, ja. race games. Ja, moet je misschien gewoon niet gaan doen. Je moet gewoon niet harder gewoon dan niet 40 rijden... ...in Forza Horizon. Je moet ook niet harder dan 40 rijden... ...in Forza Horizon. Ja, ja dat was ook ja. vorig jaar inderdaad. <laughs> Nee, maar Jeff, ik weet toch niet of dat wel, wel klopt wat je zegt, want um, ik heb bijvoorbeeld ook nog uh, wel vervolgens met de controller gespeeld ja. uh, op XCloud. Ja, nee, niet op XCloud trouwens, wel op console streaming. Zou dat qua latency uit kunnen maken? Mm, want, dat lijkt het weet laakte... ik niet zo erg. Oké, okay, want met, die, met console streaming en dan gewoon met mijn controller. Kon ik prima uit de voeten. Uh, ik heb een aantal Quest en Destiny kunnen doen zonder gedoe. Ik kon Ori goed spelen. En ik. Um, uh, ik kon Doom Internal ook prima spelen. Ligt ook een beetje aan je netwerkconfiguratie. Maar het kan zijn dat uh, streaming, Xbox streaming, dat het wel iets sneller werkt dan Xcloud. Uh, maar als, als dat zo is, dan uh, zou je eens een keer naar je, naar je netwerksettings moeten kijken. Want Xcloud zou. Net zo responsief moeten zijn. Ja. Maar uh, ja, ik weet niet, uh, vandaar ook de vraag aan jou. Van nou, is, is, is het niet dat in plaats van dat? Uh, ja, het zou, het zou kunnen. Maar in ieder geval met de console streaming. Ik heb, ik heb het met controller niet op met Xcloud app geprobeerd. Con, uh, console streaming wel. En uh, dat deed hij uh, gewoon prima met controller. En met die Razer Kishi vond ik die thumbsticks, dacht ik dan dus iets te... Uh, iets te veel weerstand bieden. Maar goed, misschien lag het aan de latency. Dat zou ook kunnen. Hey, ik had nog wel even het onderwerp waar we het hiervoor over hadden. Hè? Ja. Um, um, wat, de, daar kwam ook een vraag van in de chat. En dan was ik ook wel benieuwd hoe jullie daarin staan. Want er, zijn, er duiken ook wat geruchten op. Uh, als je het dan hebt over, over apps. En het, um, het toegankelijk maken van andere platformen. Dat Steam mogelijk, dat er mogelijk een Steam-app uh, op de Xbox komt. En of vice versa, dat zijn geruchten die, uh, die afgelopen week op social media circuleren. En uh, hebben jullie dat een beetje meegekregen? Of hoe, hoe staan jullie ja, daar? Nou, van een tijd geleden, maar niet van deze week, niet meer keer. Maar er waren een tijdje geleden ook al uh, geruchten over eventueel samenwerken met Steam. Mm -hmm. Ook gebouwd voor de next gen. Ja, een uh... op de Xbox, uh, dat betekent <coughs> geen PC games op je Xbox, hè? Dat, precies, en dat, dat, daar zat dan wel een voor mij als de geruchten. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan precies omgekeerd, dat je de Xbox app op je PC hebt. Dat betekent niet ineens dat je alle Xbox games op je PC kunt spelen. Maar als je dan op PC games speelt, dan zie je dan in je Xbox app... Uh, zie yeah. je van, hé, je speelt die PC game op dit moment. En andersom kan ik me voorstellen met de Steam app... Dat je dan in Steam ziet van, hé, hey, die speelt die Xbox game op dit moment. Oké, okay, dus het is niet het idee, zeg maar dan... Dat je je games van Steam kunt gaan streamen nee. naar je Xbox. Ja, streamen weet ik niet. Maar Steam heeft toch geen streaming? Of wel? Nou... Nou, ik kan wel streamen, maar het lijkt mij sterk dat je in één keer PC-games gaat spelen op je Xbox. Dat is het meer. Ja, dat zal. Maar ja, de, nee, oké. Okay, maar zo zijn er ook <tus> wel Xbox-games niet echt geschikt om op je telefoon te spelen. Maar er zijn natuurlijk best wel wat games die je prima op je telefoon kunt spelen. En zo zullen er ook wel games op Steam zijn die ook prima op, uh, op de Xbox Maar speelt. bedoel je dan hiermee, zeg maar, dat je dan een uh, stel je hebt een PC staan, uh, die dan de, de game draait en dat stream je vervolgens naar je Xbox? Nee, ik bedoel. Uh, nou goed, het is een gerucht. En zoals ik het begrijp, zeg maar. zou het erover kunnen gaan dat je. Um, als je gewoon een Steam-account hebt. de games die je op je Steam-account hebt. dat je die zou kunnen streamen. via een Steam-app op Xbox. Oh. ja. Ja, misschien wel. Uh, je hebt volgens mij op dit moment al zo'n. Uh, ik dacht dat dat Rainway heette, die app. Dat je dat ook ja, al kunt doen. Dat is in de chat ook. Maar dat is het, de. Oh, ja. Ja, inderdaad. Maar de maar de, heb de, de, de van is gewoon. Ja, dat is zo niche. Hè? Ik, ik kan me voorstellen dat mocht je ergens een pc hebben staan. Dus stel dat je een pc hier op zolder hebt staan, want je moet ook echt een goede pc hebben. Hè, gewoon waar ja. je echt volwaardige voor, games op kunt spelen uh, met goede netwerkverbinding. <tie> en stel dat je in de huiskamer een Xbox hebt staan, dan kan ik me voorstellen dat je zoiets hebt van oké, okay, ik ga die games van mijn, uh, van mijn pc, PC. Ik ga ik streamen. Ja naar mijn Xbox bijvoorbeeld, ja, maar dat ja. is zo'n kleine use case, want de meesten die graag om pc gamen dan. Ja precies, dus ja dan zal dat gerucht wel misschien niet opgaan, niet op die manier in ieder geval. Nee. Steam. Link. Nou, oh. hey jongens, we gaan even de deals erin gooien, dus uh, komt hij mee met de. Oh In De deal voor God, lekker man, lekker voor je energie niveau altijd, hè? Dat ding, dat jingletje. Ah, oh, lekker Nog steeds een maker voor Game Pass. Shit, maar goed, whatever. Uh, er zitten een paar parels. En het is een uh, lange lijst. Sowieso Fallout uh, 4 en Fallout 76... die uh, voelt er wel de boventoon in deze lijst. Uh, nog een klein nieuwtje daarover... is dat Fallout 76 trouwens... van 20 tot 26 oktober... Gratis, gratis... gratis... is te spelen voor... Uh, op de Xbox. En er zijn in-game events. Dus het 22 en 26 oktober... namelijk dubbele score en dubbele XP. En... 25% korting op legendarische wapens en uitrusting van de Purveyor bij de Rusty Pick en de Airship. Nou, dat zegt ook helemaal niks, maar goed. Whatever. Uh, je kan ook een soort van preview krijgen van Fallout First. Om die te machtige moeten spelers inloggen tussen 20 en 16 oktober. Ze zitten echt zijn. wel door je strot te duwen, Fallout. Ja, ik, ik, ik ben ook benieuwd naar het aantal spelers dat er nog in zitten. Ja, ja aan de, de andere dit. kant, ik snap het ook wel een beetje, want die game ligt er nu eenmaal. Uh, je ziet er wel dat ze daar gewoon continu in blijven ontwikkelen. Dus het is echt wel een uh, game met actieve ontwikkeling. Yeah. Um, ja, en ze kunnen eigenlijk voor Peanuts. Als, als ze nu zorgen dat ze dat mensen voor bijna niks aanhaken. Uh, en ze en je stel dat dat, dat ze met elke keer zo'n actie. Stel dat ze weer een paar duizend nieuwe spelers krijgen die dat eens een keer gaan proberen. Zeg maar 10.000 spelers. Ja, ja. Stel dat 10% van hun al blijft haken. Dan hebben ze duizend ja. betalende spelers erbij gekregen. In één in in ja. in in keer. Zo. Ja, duizend uh, leads die eventueel weer uh, Atomic dingen kunnen gaan kopen. Precies, ja. 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 Nee, ja, en wel. hij is natuurlijk gewoon echt wel verbeterd uh, met die Wasteland-update. Ja, maar het kan nog veel beter. Ja, het, het is echt het is nog, nog niet echt een verwaardigd game. <laughs> nee, maar dat, dat is echt die engine, jongens. Dat is echt uh, niet Echt, best. maar het, ook bijna niet meer te redden, denk ik. Want het is gewoon van 1 tot met 15 level, zeg maar. Is het echt wel een hele goede uh, ervaring. Uh, veel meer uh, verhaal gedreven, zeg maar. Maar na level ja. 15 word je gewoon gedropt. Het is gewoon, oké, okay, en nu wat dit is de game hoe het was. Weet je wel? In één keer zie je alles er wat tevoorschijn wat komen wat allemaal kut was. Ja, dus, ja en uh, ik, nee. ik vind dat ze met die laatste update, uh, dat hebben ze niet goed gedaan. Dat je, dat je eerst tot level 20 moet komen en dat je dan pas de nieuwe update hebt. Het verhaal. Ja. Ja, maar ja. Ja, wat bedoel je met de hele, hele laatste update? Of met Wasteland? Ja, Wasteland. Ja. Ja, Wasteland is juist het begin, is al te genomen. Nee, ja, in het begin. Maar dan moet je eerst level 15 bereiken of zo, of level 20 bereiken. Ja, voordat ja, je inderdaad dan, bij de main story je benieuwd. bij ja, de echte verhaal de content. Ja, klopt. En dan moet je donders grind om daar te komen op een gegeven moment. Om, ja, om bij level 20 te komen? Ik ben ja. nog steeds niet. Nee, precies. Ja, Dat is, is echt niet normaal. Dus dat klopt inderdaad. Dan moet ze veel meer naar voren halen. Want wat oh. je daar vervolgens weer meeslipt, er zit nu echt een soort van dode zone van een paar levels uh, voordat je nou bij dat verhaal komt. En dat, daar, daar kan je echt heel erg aan afhaken. Vooral als de game tegenwerkt. Door je gewoon te droppen in zones waar gewoon level 60 monsters ook spannen. Ja. En je gewoon doodgaat zonder reden. Dus, uh, god, ja, maar dat over, multiplayer gedeelte, dat is ook zo. Ja, het ja, Kunnen kunt... ze toch wel fixen, dat soort dingen? Ja, dat, dat lijkt me is dus gewoon... ook. Dat je gewoon als je bij elkaar een party zit, ja, dat je gewoon dat je gedeelde gewoon XP experience hebt, van elkaar krijgt. Dat ja. je niet elkaar, van elkaar monsters kan pikken. Van oh, ik heb als eerste geschoten, dus ik krijg XP en jij niet. Of je krijgt maar één, één fucking tiende van de XP die ik heb gehad. Zet het van die minor, uh, hoe noem je het ook weer? Quality of life upgrades ja, die je kan precies. uitvoeren. Ja. Halleluja, ik snap het niet. Nou, goed, nee, maar het dat is gewoon, je, je zou toch zeggen. Uh, na de eerste week is dat kritiek is er al. Dat ze zoiets hebben van. Oh ja, dat zou het inderdaad wel iets leuker maken. Nou, hup, ja. ga dat doorvoeren. En ja. uh, een maand later als een update erin knikken. Ja, precies. Maar goed. Nou, we hebben het wel gespeeld uh, deze, dit jaar. De, nou, we, we hebben er wel afgaan. veel plezier mee gehad. Qua ja het was natuurlijk met wel met leuk. Uh, met Remi. <laughs> met <laughs> Remy die <laughs> gewoon doodgeknald werd en zo. In dat huis, die ja. Die camps bouwen. En we ja, hebben dat... echt veel te veel moeite gestoken in de camp, überhaupt. Ja, maar we hebben ook wel mooie camps gemaakt. Zijn mooie ja, camps, daarom. Ja. Maar gewoon zoveel energie ingestoken. Vooral met die van jou op zo'n rot. Ja. Nou, het is gewoon oké. Okay. Maar goed, weet je. Uh, er zijn gewoon veel te veel andere interessante games om hier te blijven haken. Dat ik er gewoon echt uh, niet meer naar omkijk. En uh, eigenlijk zit te wachten op een soort nieuwe Fallout. Of ze moeten deze gewoon een keer echt flink gaan upgraden. Nieuwe Fallout. Hoe lang zal dat wel niet duren, joh? Ja, ja weet ik weet niet veel. Misschien koos in één keer met Konijn uit de Hoge Hoed. Nee, maar we hebben Microsoft eerst Starlight, gevoel, ja. dan hebben we nog. Uh, of Starfield, dan hebben Starfield, we. Starfield, ja, ja, maar. Uh, Nieuw Elder Scrolls. Nou, dan kunnen we eens een keertje gaan wachten op Fallout. Echt? Nou, ik weet niet. Misschien zal je een, een tiende mee bezig Maar de Starfield is toch ook zo'n. Oh! Space MMO. De rest weet helemaal niks erover. Ja, maar ja, het is. Uh, uh, Todd Howard. Dus uh, ja, goed. De meeste mensen ja. die zijn gewoon heel erg benieuwd uh, wat. <laughs> ...wat het wordt. Nou, ja. het, het is de laatste in de Holy Trinity... ...van uh, Todd Howard, zeggen ze. Dus je, <laughs> dus je hebt... Uh, ...de Elder Scrolls, dat is... Uh, ...de Fantasy. Dan ja. heb je... Uh, ...Fallout, wat dan echt... Uh, uh, ja, het, 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 ...het verloren... ...en, en post apocalyptische shit is, is inderdaad. Ja, en uh, Starfield... ...dat moet dan ja, de sci-fi worden. Ja, ja precies. Ja. The <laughs> <De> Holy Trinity, <laughs> van night nice. Ja, precies. En waar valt Doom onder? Gewoon, eh... Uh, nee, maar dat, en is it, toch? dat is toch? is niet. gewoon, eh... Uh, is gewoon categorie nee, kut. Een studio, nee, dat is een ander studio Nee, is anders studio. Ja. Oh, dat ja. is, eh... Uh, uh, hoe noemde die gast van it software? Goh, naam nou, kwijt. Ja, lekker point. Nee, dat is ook anders, dat is geen tot Howard. Nee. Oké. Okay. Ja, maar uh, even kijken, we waren bij de deals natuurlijk. Oh, <laughs> er hebt ja, een paar ja. uh, parels bij. Uh, met name Old Man's Journey, vond ik echt te... en dan voor. Uh, even kijken hoe was snel. Voor een klein prijsje van 5 euro. Ah, echt wel waard. Zo leuk. Het is ook echt maar 5 uur, maar dan heb je er ook echt wel een leuke game erbij. Of Seasons wel, After Fall. Oh, oh, Old Man's man. Journey. Ja, ja, echt ja, heel ja. vet. Ja. Seasons After Fall, die is 2 euro volgens mij. Even kijken. Ja, 2 ja. euro. Nou, net heb je een soort ori game Dan speel je met seizoenen. Zoals jij het laatst hebt gedaan met die andere game, uh, Jeff mm -hmm. Echt wel waard, dat 2 euro. is echt wel fantastisch voor die game. En uh, tu -tu 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 Tom Clancy Shuttle Waarvan ik nog steeds denk van ja, ik kan toch nog een keer Wildlands spelen, maar goed, ik vind nu 30 euro dan weer iets te veel. En We were here, onze klassiekere <achtrol> ja, ah, onze redactie, onze parel. 10 10. Van 1 euro. Ja, 1,25 euro een soort virtuele escape room lijkt me we toch wel een goede ja. deal. Nee, dan heb je je hebt een geweldige avond dan. Ja, maar ja. nou, dan. 1,25 euro. Ah, oh wacht, twee keer een euro Ja, want je wilt twee dode spelen of wat? Of nou, nee, nee, twee man spelen dit. Ja. In de chat wordt al terecht gezegd veel uh, easy 1000 uh, achievement punten games. <laughs> ja, dat ja, is puur iets iwat dat. want we weet natuurlijk alles over alles. Als je, over, al, je niet te halen hebt in 2020 dit is je deals with gold lijst. Ja, zeg maar. <laughs> exact. Uh, ja. Nee, maar goed, dus uh, dat. En even kijken. Uh, ja, een, een mooie slogan voor een hoer, al, Jeff. Voor 1,25 euro krijg je de avond van je leven. Ja, precies. Ja, nou, moet je nagaan. Het is nog goedkoper dan een hoer. <laughs> en veel leuker, sowieso. Ja, en leuker. Ik kan al veel meer knoppen draaien. Even kijken. <laughs> <laughs> Vooral het hebben we al gehad. En uh, uh, zit er zit nog een fishing, fishing game in. Dat is ook wel heel belangrijk. Of een, of een ja, farming. Ja, moet wel tussen zitten. Ik en Destiny 2 kijken. zit er dan tussen. Maar goed, Destiny 2 zit natuurlijk ook in de game pass. Dus uh, wederom het uh, oude advies dat we natuurlijk elke week geven. Pak gewoon eerst die game pass. Want dan krijg je al uh, überhaupt uh, al je geld er wel uit. Nou, ik zie geen dedicated ik zie ook game, geen, uh, natuurlijk wel uh, Fallout. In Fallout kun je ook vissen. <laughs> ja, nou, moet <what> to doen. <laughs> je kan ook in Seal of uh, vissen. Dus uh, misschien moet even uh, Rick ga We gaan in, nou niet over Sea of Thieves. Je blijkt zo Sea of Thieves je Zit, of zitten uh, er weer ja. nieuwe dieren in? Zie of die is? Nee, het is weer hey, steady stabiel ja, gebleven. Er, er komt maar geen nieuwe update. Kom maar maar er komt maar geen nieuwe update, hè? Ze hebben even een beetje van zich laten horen. Ja, ja. ja. <laughs> echt, hè? Ja. Heb je het wel gespeeld nog? Want ik zie allemaal andere games spelen, Rick. Nee, ik heb, uh, ik heb het al uh, een paar weken niet meer gespeeld. Nee, toch? Ik ja, ga me even Met vragen. En ik zit wel echt. De, de, in augustus hadden we de vault uh, update. En um, ja, we, of eind augustus, begin september was dat. En de oktober-update lijken ze over te slaan. Dus um, ik weet het nou, ook gelukkig. niet. gelukkig. Even een beetje rust voor ons ook. <laughs> <laughs> ik zie nog in de chat trouwens een uh, Titanfall 2 shout-out voor de, voor de deals. Die staat ja. er in voor 450 voor de Ultimate Edition. Dikke vette no-brainer ook. gewoon mij Titanfall. Ja. En uh, nou, laten we het daarmee even bijhouden voor de deals. Uh, als je nog andere dingen wil kopen, dan moet je natuurlijk naar LootKings.nl. <santallen> kan je allerlei punten kopen voor je Xbox. En de Xbox Game Pass halen, die we net al hebben aangeprezen, zoals elke week weer. De Xbox Game Pass. Ultimate, alles. Je kan er alles kopen. Ook voor alle andere consoles. We gaan nu niet broemen, be natuurlijk. En games, je kan ook gewoon games kopen. Dus, uh... Ja, we hebben toch wel een aantal van jullie al voorbij zien komen. Ja, dat is heel gezellig. En uh, is... ja, jullie succesverhalen, mocht je die nog niet hebben gedeeld, deel die ook vooral op uh, Trustpilot. Want dat geeft ons ook weer goede scores. Ja. En uh, ja, mocht je Lootring nog niet hebben gebruikt, probeer het gewoon eens een keer. Precies. Uh, kun je ervaren hoe makkelijk het is. Het is al een uh, gezellige boel in de chat, moet ik zeggen, op Twitch. Met al die uh, mensen. Ja, Brasco erbij, Hertog, er al langere in. Duo14. Welkom allemaal. Het is allemaal weer leuk. Ja. Volgende nieuwtje. Uh, sowieso. Ja. Hey, als we toch even over schaamteloze zelfpromotie hebben. <laughs> ja. um, de, um, in, de, in de chat, of nee, niet in de chat, maar in de Discord. Uh, werd wel de afgelopen weken een paar keer gezegd. Jongens, moeten we niet een keer XBNL-merchandise hebben? Oh ja. Moeten we daar even gewoon nu ter plekke een knoop over doorhakken? <laughs> nou, we hebben nog andere mensen in de redactie. van één eindredacteur, die ja. waarschijnlijk wel. Uh... Daar die knop wil mee doorhakken of juist wat tegenhouden. Nee, ik, uh, ik zal een voorstel doen en dan, dan kunnen jullie wel inschatten of dat redelijk is. Als we nou, ja. als, de, als de, de community, zeg maar, stel nou dat we zouden zeggen: uh, bij 20 inschrijvingen voor een hoodie... gaan we er gewoon 20 drukken en spelen we kit. Gewoon op verzendkosten en productiekosten, ja. zeg maar. Dat ja. zou toch wel een idee zijn. En dan uh, doen we een mooi ontwerp met XBNL erop, foto van mij op de achterkant. Ja. Ja, hey, ja gecheckt, nou, doen, mensen uh, maar ook kunnen kiezen zonder foto. <laughs> ja, dat, nou ja maar waarom zou je dat willen? <laughs> nou, we hadden toch uh, een geniale designs een paar, een paar jaar geleden. In Spencer we trust en zo. En, uh... ja, ja, volgens mij heb ik die nog wel ergens liggen. Ja, toch? Dat was wel ja. geniaal uh, eigenlijk die uh, merchandise. Ja. Nou, ik hoor, ik hoor hier Johan, Hertog, Brasco. Iedereen is wel in hoor. Dus laten we het zo zeggen. Nou, en en is... Johan, je krijgt echt één met een foto van Rick hè? Ja, <laughs> sowieso. is ook. gewoon, uh, pas op wat je zegt nu. Een foto erin met zo'n piratenhoed erop. En dan Thieves op de achtergrond. Yeah. Hey, hier <laughs> een met mijn tag op Evil. Als jij 1 miljoen gamerscore hebt... dan krijg je van ons een shirtje, jongen. Dan, uh, <laughs> met jouw tag erop. Met een achievement. De eerste XBNL-member over de 1 miljoen. Dat is bij hey, nou, deze <laughs> bookmark. En, uh, en Jeff betaalt. En uh, ja. wat, wat willen mensen? Willen ze hoodies, petjes of uh, shirts? Doe ik gewoon gelijk. Ik hier. Wat de fuck? Ja, of mondkapjes. Je, mondkapjes. Je, mondkapjes. Je, mondkapjes. Je, ja, mondkapjes. Ja. ja, mondkapjes. ja. 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 Nee, kom, maar kom, ik heb kom. nog stipjes. Schipjes. Schipjes voor de vrouwen. En dan met Rikse hoofd erop. Ja. Hey, hebben we nog een uh, topic eigenlijk? Want volgens mij uh, komen we hier wel uit met uh, Mountje ja, Dat, dat, dat komt in ieder geval eraan. <laughs> dat uh, gaan we regelen. Topic. Uh, de hele Collection. Chief Collection. Hele, dat komt met uh, 120 fps en andere verbeteringen. Ik had ook niet anders verwacht, eerlijk gezegd, dat een van ja. de. Ah, sorry, oh. nee, maak het eens maar af. Sorry. Ja, wat? <laughs> Je vraagt me om een topic. Ik flikker er gewoon een topic ja, in. Ja, nee, echt, afgelopen week. Ik word. Uh, dit had ik voorspeld, jongens, dit. En het gebeurt <laughs> gewoon. Ja, het gebeurt. 120 FPS dat, 120 FPS dat. Mensen ja. die op onze website ineens comments lopen te plaatsen. Oh, de kan in in 4K 120 FPS spellen. Nee, dat kan niet. 120 FPS games ga je niet in 4K spelen. 120 FPS ga je op inleveren qua grafische kwaliteit. Ja. Mensen gaan niet 120 FPS games spelen. Rustig even, denk je, je hard. Nee, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat lopen, ze lopen er nu mee te marketen en iedereen, oh, fantastisch, dat wordt ik 120 FPS. Wordt toch niet gespeeld. <laughs> Kom gewoon met, met 60 fps. Maar dat sta misleidend. Hè? zeggen 120 fps in Campaign en multiplayer en vervolgens hè, lopen ze wel natuurlijk met die Series X uh, te poggen over 4K. Nee, maar dan hebben we straks Assassin's Creed Valhalla. Is 30 fps. Maak ja. die games gewoon even lekker 60 fps. Dan kunnen we eigenlijk fatsoenlijk gaan spelen. Ja, maar goed, de hele Master Chief Collection is natuurlijk een, een collectie aan oudere games die natuurlijk op een Series X natuurlijk helemaal lijp le draaien. Dus ze zou toch misschien wel kunnen, 120 fps in 4K? Ja, ik weet niet, man. Ik zeg altijd, 120 fps is bullshit. <laughs> Om gewoon maar even iemand te quoten. Ja, ja, precies. Nee, maar echt, alsjeblieft. Eh, misschien kan dat. En ik, eh, eh, als ik het even een beetje ga nuanceren, dan ja, zou ik kunnen ik... zeggen, voor oude games, waarbij het gewoon een Switch is, eh, waarbij er genoeg... Uh, headroom is, waarbij er genoeg ruimte is uh, uh, op de GPU. Zet daar even dat vinkje aan van 120 FPS. Uh, geen problemen mee. Maar je ziet bij 120 FPS, en dat zie je nu ook met, met Dirt 5. Uh, als je 120 FPS gebruikt, dan leef je en in op resolutie. Dus je speelt op 1440p. Ja. Ja. En uh, grafisch wordt het ook echt minder. Dus er staan wat minder objecten uh, rondom de baan. Uh, je hebt wat minder publiek rondom de baan. Uh, ja. ...je levert wat in op grafische kwaliteit. Maar ja, die 20 FPS... ...zal speciaal zijn voor de competitive gaming... ...van Halo 2 en Halo 5... ...denk ik dan nog. Ja, maar die spelen toch op PC? Ja, maar dat is misschien ook op Xbox. Nee joh. Ja. Ja, dit, dat was wel, dat vond ik, ja goed. Ja, als ze gewoon die standaard van 4K 60 FPS... Uh, ...zouden weten te realiseren bij... Uh, ...laten we zeggen 80% van de games... ...dan denk ik dat weinig mensen klagen. Laatst ja. hoor ik ook weer een game. Wat, wat werd ook met 30 FPS op de Series X. Nou, dan jank ik. Dan, 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 dan loop ik te janken. En, en dan dezelfde dag komt er een update van. Uh, ja, maar de, de falconeer wordt uh, 8K, 120 FPS. Dan loop ik te janken. Hier oh. robot. Je hebt hem maar in je ziel. Nee, ja, dit soort dingen wel. Ja, maar, dat was toch Watch Dogs? Watchdogs. Of die andere ja is, volgens mij. ja Warstock's inderdaad is, 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 Ja, geen op op 30 fps ja, ja maar oh, dat is uh, ja is dat, dat is, wel maanden, is dat niet die game waar je is dat niet die game al maanden naar uitkijkt ja, ja wat ik nu doe ja, kan ik ja 30, 30 fps mooi ja hè ja. ja 30 fps ja goed hij ik dat nu 30 fps elke dag uh, hij naar bed gaat zegt toch genoeg over Warstock's misschien nee we mogen niks zeggen want we hebben een embargo dus we kunnen niks ja. oh, of... We mogen niet eens zeggen dat we maar spelen. Oh, Jawel, impressies wel ja. wel, ja. Inderdaad, je mag impressies wel. je mag alleen niks laten zien. Maar wat, heb jij die code al? Ja, hij nou, is al aan het spelen. Meen je niet? Ja. ja. Lekker, maar, man. Maar, ja, mag ik daar wat over zeggen? Ja, je mag impressies gewoon delen. Ja, nee, ik heb geen Ambergo gezien, namelijk. Je hebt die, ik heb mij gewoon die code. gewoon een gestuurd naar jou. Nee, je hebt mij die code gedropt. Hier, hier, Ja, en daarna heb ik hem doorgestuurd naar je mail ook, uh, die embargo. Nou, oh, misschien wil je dat wel even zeker weten voordat uh, Jeff toch iets gaat zeggen en mijn boze Yubi aan de lijn hebben. Ja, precies. Ja. Dus even laat wel. ik dat even parkeren tot volgende week. Wat, wel, wat um, hebben jullie. Is dat goed of niet goed? Wat? Nee, dat maar. We... Impressies mag je delen, zeg je. Oh, impressies mag ja. je delen. Nou, deel je Ja, nee, ja nee, het wordt voor mij sowieso lastig om daar nu... Want ik heb een paar avondjes gespeeld. Het wordt lastig om daar... Uh, ik moet daar ja. niet, niet nu wat over gaan roepen. Uh, nee. Dus ik, uh, ik zal ook eerlijk niet zeggen uh, hoe enthousiast of hoe teleurgesteld ik ben. Ik zal eerlijk niet zeggen. <laughs> ja. Nee, maar uh, het enige wat ik wel... En, en, en dat vind ik echt jammer. En uh, ja. dat zal in mijn review, zal dat uh, mijn mening echt niet gaan veranderen. Dat is die driving mechanics. Dat is gewoon wederom niet aangepakt. Is gewoon wederom slecht. En dat was al een kritiekpunt in mijn vorige review. Van uh, uh, nummertje 2. En dat is nu in deze game weer teruggekomen. En dat is weer niet aangepakt. Het is, hmm. e dat is echt. Het is niet, niet fijn dat dat rijdt. Het is gewoon niet leuk. Ja, cent. Maar voor de rest. Dat... <laughs> wacht de review af. Ja. Precies ja. Dan is de ja. kerst komt inderdaad aan de bovenkant Ubisoft moet niet hebben. ik had nee, voor mij net nou ergens gelezen van je mag impressies wel delen, maar geen video en uh, beelden nog. Uh, ja. Uitgaat geen spoilers van het verhaal. Maar goed, uh, pas op jongens, zegt Duo. Ik heb nog nergens iets gelezen over Watch Dogs. Ta -ta -ta -ta. En daarom zeggen we ook even wachten op de review, want verder gaan we nog helemaal niks delen. Eh. Eh. Ik goed. was trouwens echt uh, impress bij die uh, uh, die trailer van de Falconeer. Ik dat gaat echt een lekkere game worden. En die game is gewoon door één iemand uit Nederland ontwikkeld. Ja. Hebben jullie daar al iets van gezien? Nee, ik heb niet gezien. Ja, ja wel ja, je... een keer iets, maar niet uh, recent. Zelfs een lounge game, toch? Of niet? Ja, het wordt een lounge game, inderdaad. Maar ik denk dat dat uh, wel eens. Uh, nou, het, het, het wordt niet de beste game van het jaar. zo bedoel ik het niet. Maar wat ik zo gezien had, dacht ik van: oh, dat gaat een verdraaid lekkere game worden om, uh, om weg te spelen zag er super soepel uit, grafisch zag er heel heel strak uit en uh, volgens mij uh, is die gameplay ja die kijk hier ja, het is zo lekker uit joh. ja, het, nee, het, ziet het was er heel veel letteren. uit joh. Halleluja. en 120 FPS hè, dus oh, dat is gewoon koper. Ziek. Maar is gewoon door één dude ontwikkeld hè, en oh, uh, vindt, uh, wij, wij van, volgen die vindt. een beetje op Twitter, maar die gast ziet er ook vet uit, dus uh, ik snap dat hij ook een vette game maakt. Hans, <laughs> die okay. heeft een kale kop en een pet. Nee, die nee, baas. nee. Die ziet er een beetje uit alsof hij. Uh, alsof hij uit, uh, uit, uit Nieuw-Zeeland net komt, terwijl hij de hakker gedaan heeft. Oké. Okay. Echt? <laughs> oh, een baas. Ja. Hij, hij ziet er echt uit als een baas. Een beetje een MOA. De HMO. game is ook verbazen, denk ik. <laughs> een ja, ik vind het echt fantastisch goed eruit zien. En uh, ja. het is ook best indrukwekkend. Want de game heeft gewoon geen tekstjes, Gewoon er zitten nul tekstjes in. Alles zijn gewoon vlakken met uh, kleuren en met gradients. <laughs> Maar er zitten ah, nou. geen materiaaltekstjes in. En dat is allemaal. Dus de, en de, het is echt indrukwekkend hoe goed die sfeer is neergezet. Zonder dat die tekstjes erin zitten. Puur door belichting en zo. Puur ja, door, puur door belichting. Goede schaduwen. Uh, yeah, yeah. Ja, goede vormgeving. Holy shit, rond deze beelden. Wow. Okay, Mensen die de podcast luisteren, gaan even een trailer kijken van de Nee, hey, Maar ik heb uh, al gedips op de review. Hè? Dus niet omdat je nu denkt: van, oh, dat ziet er vet uit, dat kan niet meer. Au, oh, dat zullen we eens even zien. Ja, precies. <laughs> ja. Nee, maar ik, ik denk niet dat het helemaal mijn game is. Ik ben niet zo van de. Want dit is toch een, uiteindelijk een soort van Renko. Ja, dat je is, geen is renkel, niet man. helemaal mijn ding. Is dat Renko erbij zat, joh? What the fuck? In de stream. Nou, oh, die heb ik ook nog niet gezien hoor. Nee? Chat Laat in de tekst op, op Twitch zat er met Jeffrey, Renko en Niels. Is stream. -matter. Oh. Hé, oh. <laughs> hey, dat heb ik toch. Maar wel. Ik nee. had een goede suggestie vanuit de chat net gezien. Van uh, je moet de mensen interviewen in het Nederlands. Arno op jullie podcast, po podcast. Ik weet niet of die ook Nederlands is, maar um, um, die kale. <laughs> Nou, we kunnen, hij, hij volgt ons kanaal, dus uh, ik kan hem een DM sturen, en uh, ik, misschien dat hij nu veel te druk is, maar misschien later dit jaar of zo. zo. Luistert hij onze podcast niet of zo? Yo, hey. Ik zo denk niet. dat hij twee weken voor release andere dingen te doen heeft, ja. maar uh, <laughs> ja, wie weet. We moeten wel de eerste Even impressies je... hebben van Xbox Nederland. Nee. Als nou iemand even een tweetje eruit doet... dat in de stream nu gezegd wordt dat hij een eindbaas is... dan komt hij misschien even luisteren. Hertog, toch? Ja. Post het even tweet, jongen. Ja. Maar we zijn de... er bijna klaar mee uh, met onze podcast ook. Tenminste, ah, we ja, zitten ja, er uur, al een uur zie ik al. nog een keer half uur maakt niet uit. Ik vond dit nog een beetje de proloog. <laughs> ja, dat bedoel ik. Als jij, die, als jij die podcast gaat leiden... dan is dit dan een beetje de proloog van de podcast. <laughs> die zo gewoon echt een vier uur marathon doen, die Rick, jongen. Dat kan allemaal niks schelen. Uh. Dus, uh, maar goed. Uh, ik ben ook al hyped, Maar het is je gegund hoor, Rick, die uh, review. Je kan wel lekker aan de gang met de game. Dus, uh, nice. We hebben ons zometeen gewoon weer uh, als we hem interviewen, gewoon onze podcast Squad erbij. Ik heb nu al gewoon de term podcast Squad voorbij zien komen in Twitch. Dus bij deze, de mensen die nu in de twitch set zitten, podcast Squad. Uh, andere game die ik voorbij zou komen, nog een uh, trader, is die Immortals Phoenix Rising. Wat de fuck. Die, die naam nog steeds. Ik snap het nog steeds niet, maar goed. Ja, dat is een bijzondere. Ja, het is vrij bijzonder, inderdaad. En ik, ik vond er nog niet wat. Om... Ik vond het niet... nog nee, niet... niet. Ik vond nog niet. Ik vond de modellen. Dat je denkt: hé, is het nou plastic poppen? Uh, ja, ik vond de humor wat te geforceerd. Ik denk dat de wereld wel mooi is. En het had ja, wat Zelda achtige vibe vond hier en daar. Maar uh, ja, we moeten het nog gaan zien met die game hoor. Maar het zit er verder wel goed aan. En die modellen vind ik zo Fable 1 CGI-achtig. Ja, ik vond de eerste trailer, dat, dat zag er gewoon heel goed uit. Maar als ik nu kijk naar de gameplay, dat is allemaal een beetje, ja, ik weet niet, kalig ofzo? Ja, nee, ja, ik weet ja, niet. Nee, ja, ja, de wereld niet meer. helemaal lekker leeft ofzo, iets in de geest. Nou, ongesloten wel, soms niet. Maar goed. Nou, we gaan het zien. 3 december komt hij volgens mij uit. Natuurlijk echt weer bij de beest hoe games nu uitkomen, hè. Nu begint het toch in de storm hangen. Ja, oh, nu kan het wel ineens, uh, ja. ja. Ongelooflijk. Uh, Destiny 2 krijgt een Next Gen upgrade. Ook al fijn. Op 10 november. maar is het al een beetje bekend, of niet? Hadden vorige week al uh, behandeld. Maar ik, ik zie al steeds meer mensen Destiny 2 spelen, überhaupt, want het zit in de Game Pass nu. Dus, uh, nee, maar die Next Gen upgrade komt 10 december, hè? Niet november. Echt? 10 december? Ja, ja. dat is een nee, losstaande nee Beyond, nee, Beyond Light, zeg maar, de nieuwe DLC, die komt 10 oh. november. Maar de Series X Upgrade, die komt uh, een maand later. Dik, die, 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 die Rick heeft gewoon al de artikelen in zijn hoofd ook gewoon. Ja, jongen, gewoon een wandelende uh, encyclopedie. Het is echt ja. normaal. En? Ja. Hij is altijd de 8 december trouwens. 8, nou uh, oh. ja. Nou, dit is toch weer een, een deuk in ah, je vertrouwen. Is het. Ja, <laughs> Smet je op je kennis, is dit. Ik zit, zit je net helemaal nou, in Enterprise prijzen, om te zeggen dat, je, dat jij de waarheid spreekt, maar later <laughs> heb ja, ik het weer gejinxed. Ik heb je ja, oordeel nooit in twijfel. Dan nee, nooit ga ook gewoon. Als je de waarheid spreekt. Ja. <laughs> maar goed, ja, oké. Okay. Ja. Rick voor podcastmaster, zegt Johan al. Dus uh, lekker. Anyways, uh, hebben we nog andere dingetjes voor rubrieken die we de fucking revue moeten laten passeren? Want het zit al over een uur heen. Het, echt, het staat ook helemaal nergens op. Zeven artikelen geschreven de hele week. Ik weet het. niet, we hebben de PlayStation 5 nog helemaal niet behandeld. We hebben niet wat ah, te nee. mekkeren over de PlayStation 5 of zo. überhaupt gewoon handen over de PlayStation 5. Doen. <laughs> Niks. Nee, nee maar over, volgens mij was er toch geen PlayStation 5 nieuws deze week toch? Nee, ik echt nog genoeg dat er geen PlayStation 5 nieuws is. <laughs> Ik zag wel hier en daar al op social uh, vanaf vanmiddag bij uh, journalisten PS5's uh, over de toonbank gaan. Dus ik denk dat de komende dagen er wel meer PS5 nieuws oh. komt. Oké. Okay. Maar die zijn bij. Wat bedoel je? Nou, die zijn ja. bij de social media gasten beland? Ja, bij, de influencers. Nee, niet de influencers, maar de Geoff Keely's en de Verge en. Nee, oh, ja. al lang die ja, shit uh, gewoon gestuurd. Gewoon de grote media, Ryan McCaffrey die zag ik ook al eentje mee. Maar ik dacht dat uh, Geoff Keely geen priora had kunnen plaatsen. <laughs> <laughs> Zo'n dikke fucking uh, drama die priora's. Overigens, demediamarkt.nl gaat wel uh, uh, echt, uh, die staat garant voor ontvangst op in de PS5. Maar goed. Fuck ja. PS5. Genoeg PS5 nu al met die fucking 6 seconden over. Ja, hey, maar ik zit even naar de kalender ook te kijken. Het is ja. gewoon nog even uh, drie weken. En dan is het zover, hè? Ja, en dan moet ik even veel te druk zeggen tot het eind al. Jongen, dat is weer een euro, dit hè? <laughs> dit is weer een euro. <laughs> Jongen, die euro is weer terugverdiend. Want Johan zegt nu gelijk. En je begint begin anders even op 120 FPS of Ray -traces. Ja, precies. <laughs> ook weer ja. nee, een burn. Staan weer gelijk. Nee, ik. Ik, ik zat net wel te mekkeren over... Want we moeten wel even een beetje... We moet wel een beetje ver in daarin zijn, vind ik. Uh, oh. Dat uh, heel veel games nog 30 fps zijn. Dus dat games nu tegenwoordig op 30 fps aangekondigd worden voor de Series X. Maar dan hebben ze dus wel raytracing. En dan krijg je echt wel de crème de la crème van de graphics natuurlijk. Dus dat ja. is wel heel fijn. Ja, dat, dat, en wel en, een, bij, een en bij sommigen ligt. zie je dan ook een modus dat je raytracing uit kunt schakelen. Dat ja, je precies. wel 60 FPS hebt. Ja, nou precies. En dat we daar ook meer naartoe gaan. Een soort van, uh... Maar ja, ja. ik precies. moet eerlijk zijn: dan, ik, ik kan het niet over mijn hart om dan de ray tracing uit te schakelen. Ja. <laughs> dus ja. daar zit dat ik nog steeds met 30 FPS vast. <laughs> Nee, het is Jank, want het is 30 FPS. Maar het ja. is ook weer Jank van ja, geluk. Achter, van, van, van vreugde en van verdriet, gewoon. Dat, de... dat zwaard van Damocles bij Jeff. Ja, precies. Ja, precies ja. Ja. 30 FPS, oh dat water. Oh, 30 FPS, oh die reflecties. <laughs> ik zie die, die raytracing maar wel, maar op 30 FPS. een straal van 30 FPS. Maar goed. Uh, ondertussen gaat de chat ook helemaal los. Anyways, Ik uh, <laughs> zit ook altijd uh, te, te, te genieten van die, die tweets van ons kanaal. Dat doet Rick heel erg leuk. Met uh, van: wat wil je nou liever? <laughs> een Game Pass of 10 euro extra betalen voor een game die je al hebt op de PS5? Ja. <laughs> ja, een beetje stemming maken. Daar <laughs> ja. nou, we zijn we heel erg aan het fanboyen tegenwoordig. Ja, af of goed, toe. ja. Je, je heet ook Xbox Nederland, daarom. Ja. Ja. Nou, daarom. Is ik zo. Laten we doorgaan naar de games die we zelf hebben gespeeld deze week. <laughs> ja, Evil Terror zei al beide. We nog wat slecht Evil Terror zegt beide. Wat beide? Iets hoogs Game Pass en een upgrade voor je game? Of wat? Ja, die Ghost of Tsushima, die upgrade. Nou, eerst Janke Baljef dan maar. Hé, hey, dat is mooi. Janke Baljef. Wat avontuur heb jij gehad? Nee, nou ik moet zeggen, ik heb deze week uh, toch wel uh, piek fijn op uh, 60 fps gespeeld. Nee, nog ja? wel meer. Ik denk dat het wel uh, 100 fps was. Oh, maar, um, Daar wil ik het zo nog even over hebben. Nee, oh. uh, ik, heb, uh, uh, ik ben uh, Watch Dogs Legion ben ik aan het review al een paar dagen. En uh, ja, daar vermaak ik me op zich nu eerst wel even prima mee. Ja. Uh, ik ga nog niet verklappen uh, wat de uitkomst gaat zijn, uh, maar verder heb ik deze week en uh, dat is eigenlijk waar ik op doelde, heb ik deze game gespeeld en dat is Hades en Hades is ja. helaas geen Xbox game en met helaas bedoel ik dat is echt jammer want uh, dit is echt een, een goede game. Uh, ik was het eerst een beetje sceptisch over, want ik zag het. Ik denk wel, ja, het is allemaal een beetje cartoony stijl. Het is uh, zo'n dungeon crawler, waarbij je weer van bovenaf... En je moet een beetje rondklikken en zo. En, uh, maar het werd zo aangeprezen, dat ik zoiets had van... Uh, Oké, okay, ik ben hier wel heel erg benieuwd naar. Ik ga dat gewoon even doen. En ik heb hem even opgestart. En ja, ik ben niet meer gestopt met spelen. Ik heb hem gewoon ja. de hele week heb ik hem doorgespeeld. Uh, ja, het is echt een goede game. Het is gewoon... Uh, ja, het maar is, is een het... action RPG of wat. Uh, nee, Het wat is nog je... steeds een, uh, een soort van dungeon crawler. En dan echt ja. een, een soort van hack-and-slash dungeon crawler. Mm -hmm. uh, maar er zit zoveel variatie in. En er is, is een overloop, overkoepelend gameplay-element wat het juist zo interessant maakt. En dat is dat elke keer als je doodgaat, begin je weer opnieuw. Uh, de dungeons waar je daarna ja. weer in komt, die zijn dynamisch gegenereerd. Dus het is altijd wel een verrassing wat je daarna weer krijgt. Maar ja. je komt wel altijd weer dezelfde bossen tegen, maar omdat je dat elke keer opnieuw speelt, word je elke keer beter in. Dus je weet beter hoe je met enemies om moet gaan, en je unlockt ook skills die je blijft houden nadat je doodgaat, waardoor je dus ook elke keer fysiek beter wordt en fysiek nieuwe skills krijgt. En dan heb je ook nog eens een keer een behoorlijk gevarieerd wapenpalet. Je kunt met een zwaard spelen, maar je hebt ook een boog, en dan moet je ineens dingen met range gaan doen. Uh, ja, dat, dat maakt het wel heel interessant. En ik moet ook zeggen, al die verhaaltjes tussendoor, die zijn ook gewoon superleuk. Goede artwork, okay. ziet er ah, mega goed uit. draait ja. mega okay. soepel Het speelt gewoon continu fijn weg. He, je, bent, je blijft gewoon continu lekker in de flow. Dus uh, ja, dit is echt wel een, een hele goede game. Helaas niet op de Xbox, die gaat ongetwijfeld wel komen. Ik kan me niet voorstellen dat, ze, dat dit blijft liggen op de PC. Uh, dus ja, hopelijk dat het ook gewoon snel naar de Xbox komt, dit. Ja, ah, nice. Volgend jaar zegt iemand in de, in de chat al, komt ergens 2021 naar de Xbox, vermoedelijk. Ja, nou ja, dat maar is zijn toch dezelfde games als uh, in dat Transistor en uh, Bastion? Ja, die ken ik niet, sorry. Nee? Nee, ik, ben, ik moet ook eerlijk oh. zeggen, ik ben niet zo heel erg van dit type games. Ja. Maar Hades is wel heel erg verslavend en heel erg vermakelijk en gewoon lekker soepel. Ja, de maken zegt het duo 14 14.0, ja. chat zag daar iets over voorbij komen, Niels, over die vitals. Ja, dat is wel vet, inderdaad. En er wordt ook al gezegd van de narration in Bastion was geweldig, dat klopt. Ik ken nog steeds niet uit het trouwens Bastion, maar uh, die leuk ook ja, al uh, dat super. is ook het bijzondere in deze game. Het verhaal, of de narration, is zo goed, zo uitgebreid. Elke keer begin je weer opnieuw, maar elke keer is er weer iets nieuws in het verhaal verwerkt. Oké. Okay. En het hmm. verhaal die evolveert zich ook helemaal over die, uh, ja, die verschillende loops heen. Ik vind het wel echt een perfecte Nintendo Switch dit eigenlijk. Ja, zou het ook perfect voor zijn. 100%. procent. lekker onderweg. Ja. Ik heb alleen nog echt al een jaar niet aangeraakt. En ook nog ja. niet meer reis. Maar goed. Maar goed, dat is uh, wat ik eigenlijk een beetje heb gedaan deze week. Ja, nou wel leuk om te kijken wat Hades dan uh, gaat brengen nog misschien naar de Xbox. En jij Rik? Um, nou, ik heb uh, uh, met Luna die, die wil tegenwoordig Fortnite spelen. Dus daar ben ik aan moeten gaan geloven. Oh, jee. Oh, jee. Dus, uh, uh, nah, ik heb behoorlijk wat potjes Fortnite met hem gespeeld. En op zich vind ik het eigenlijk best wel leuk. Maar ja, nou goed. Het is ook een beetje om het samen met hem te doen. Ja. Uh, ik, ik zou maar zelf... wat is er gebeurd met de Seal 4 liefde, liefde dan? Van uh, je zoontje? Ja, hij is Pirate Legend, toch? Of niet? Ja, hij is Pirate Legend. en. Ja, uh, en en uh, hij begint nu een beetje in de leeftijd te komen. Maar dat wanneer vriend? is het gebeurd, Pirate Legend? Ja, een oh, maand oh, geleden heb oh. zo. Heb je dat helemaal gemist? God, dat nou, gemist. Zelfs in de podcast aangekondigd. Oh, ja, nou ja, ik heb het podcast allemaal meegemaakt. Ik snap het niet meer. Ja, Waarom hebben we geen, te te hebben, hebben ja. geen hashtag op Twitter voorbij zien komen die trending was? Dat je, dan, dat je zoontje Pirate Legend is. Dat de, de makers niet even gewoon retweeten en zo? Ja, hebben ze wel gedaan. Alleen had ik op mijn eigen account gedaan. Ik vond dat niet echt gepast om voor XBNL te doen. Maar. <laughs> Maar nou. die, die, hebben dat, die hebben dat wel opgepikt. Dus uh, maar uh, is, uh, niet extra publiciteit. Ik dacht nog wel van uh, misschien dat ze dat tof vinden omdat die vijf is. Maar daar is niet echt. Uh, nou, daar, daar is het niet over gegaan of zo. Maar is ook wel prima zo. Die game is natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet voor zo'n jonge leeftijd. Dus, uh, maar goed, ik heb dus wat Fortnite gespeeld. En ik had. Uh, uh, er is een andere Nederlandse podcast, Jumpstart. Ik weet niet of jullie die al een keer geluisterd ja, hebben. ik heb het wel. Nee, ja, heb je hebt luid... het elke keer aangekondigd, maar. Ah, Oké, okay. nou wel, het uh, zijn wel leuke gasten. En uh, die hadden hun uh, uh, top, uh, top zoveel van afgelopen generatie gedaan. En er was een van die gasten die was heel uh, gepassioneerd over Dishonored 2. Toen dacht ik, ja, ik ga die game toch een kans geven. En die ben ja. ik dus uh, uh, op xCloud uh, gaan spelen. Maar dat is inderdaad een hele, hele goede game. Ja, op nou, ja. prima game, ja. Hey, over ja, uh, uh, dat onderwerp gesproken. Ja, precies, ja. Xbox, <laughs> ik zou hem voorgeven het balletje, en balletje hebben heb het niet gedaan. Ja, ja even, zeg maar Niels, wat gaan we daarmee doen? Nou, uh, we kregen een uh, opmerking van uh, Jeroen Roodhorst op uh, YouTube. En die zei van, ga je nog een lijstje maken met de top 10 games van deze generatie... voordat de nieuwe Series X uitkomt? dacht dus, van, nou, dat is eigenlijk <tus> wel een leuk idee. En weet je, we krijgen elke keer met elke podcast weer voor elkaar... om gewoon anderhalf uur te lullen, terwijl er gewoon maar drie nieuwsartikelen zijn. Dus ook wederom, deze podcast hebben we gewoon niet tijd gehad... om daar een beetje over te hebben, maar... We gaan dus inderdaad een podcast maken met onze top 10 van de games van de vorige... Nou, tenminste deze generatie dan eigenlijk. En we moeten ook even kijken dat we bijvoorbeeld een GTA V excluden. Want dat is eigenlijk vorige gen, vind ik. Ja. Daar zouden we even wat regels over moeten Jongen, maken. Ik ja. heb al een lijst gemaakt en GTA V staat er gewoon op. Of je nu wil rot ah, op. Ja. Dat kan toch niet? Die is al 2013 van de Nee, maar het gaat erom hoe goed heb je je vermaakt met zo'n game. En ik heb me daar op de 360 mee vermaakt. En ik heb me daar wederom op de Xbox One... Mega goed mee Oké, okay, nou ja, goed. We zullen hm. het door de vingers zien, maar uh, anders wordt het weer Janker geblazen. <laughs> maar uh, nee, het anders, is. Uh, maar het uh, maakt uit, anders maak ik gewoon top 11. <laughs> ja. ja, nou goed, bij mij staat er een Rocket in, dus uh, wat dat betreft. Ja, joh, ja, ja. <laughs> Goed. Uh, we zitten alweer zwaar over tijd, joh. Ja, nee, precies. Dus maar dat, dat zit er nog aan te komen. Ik zit er is meer te kijken vanal nog überhaupt vragen vanuit Discord, want onze Discord die groeit maar door en die groeit maar door. Zo, maar en die elke die, week komen er weer nieuwe vragen. Dat is echt niet zo over de 230 zitten joh. Nou, we zitten toch over de... Ja, misschien zitten we daar al. We zitten over de 230 volgens mij. Ja. ja, dat gaat hard, dan zijn er in een maand 240. Ja, ja, nou goed, dus dat, uh, dat blijft maar uh, doorgroeien, dus uh, zit je nog niet op Discord, ga er lekker naartoe, online kroeg, het is uh, heel gezellig, gamechat, allerlei kanalen, ook als je hulp nodig hebt met bepaalde games, je kan er gewoon terecht voor allerlei dingetjes. Wil je, ben je een gamevader, dan pas je gelijk er gelijk helemaal bij, want iedereen loopt te zeuren over zijn Zon nu en dan, nou grapje, wat niet. Ja. Ja. Hey, ja, je het leuk uh, vinden om uh, zelf te streamen, kan tegenwoordig ook? Ja, inderdaad, we hebben een kanaal, voor, uh, dat je, want dan kun je dan doen je schermdelen ofzo, toch? Uh, ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Maar dan kun je dus, ja. uh, of je Xbox of je PC, kun je gewoon streamen. Dus dan kun je uh, Xbox games gaan streamen. Wat je speelt op dat ja. moment. Ja. Hé, hey, maar wat heb jij gespeeld, Niels? Daar heb ik nog helemaal niet over gehad. Ja, maar gaan we ook echt nog uh, die vragen dan overstaan en voor volgende week bewaren? ja, nou, ik, ik zit even. Ik ja, kunnen ze uh, uh, ook uh, nog wel uh, even behandelen, uh, denk ik. Nou, uh, 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 uh. nee, laten we dat. Wijskes heeft een vraag gesteld en Leon heeft een vraag gesteld. En ja. het is niet per se op de actualiteiten van nu, dus laten we die okay. dan even voor volgende week reserveren, okay. want één okay. gaat over uh, headphones, en, of uh, headsets bedoel ik, en ja. de andere die um, gaat over die uh, re rewards die je kunt winnen in die Xbox. Oh, ja. uh, nou. Dus dat, daar kunnen we wat langer aan besteden, wat mij betreft. Leon en Wijskens, jullie zijn gehoord, en we schuiten hem lekker door. <laughs> Maandag bij de eerste. Ja, ik parkeer hem even voor oh, later altijd, toch? nu nog ter plekke nog een vraag binnen of we een controller van Mr. Geekness kunnen collecteren. Hoe zullen we dat dan? Deze. Huh? Eén van zijn vijf kids had de controller uh, uit boven, <laughs> de boot. Te grond gegooid. Ah, ja, oh, Mr. Geekness. Even met de pet rond in de community. Even ja, met de pet rond, ja. ja. Maar is uh, Mr. Geekness daar niet voor verzekerd? <laughs> en eenzakse verzekering, voor als je kids met gewoon dingen gaat smijten gewoon. Ik denk als je vijf kids hebt dat, dat, die, dat, dat, je, dat je al veel aan je verzekering ja, moet precies. vragen. Ja precies. Je premie zo'n 500 euro per, per maand ook gewoon. Iemand Teren zegt toch ook van hij heeft, nu, hij heeft nu nog een kind minder. <lacht> <lacht> Ter adoptie, waar pas met mij. Maar vertel Niels, goed. wat heb jij eigenlijk ja, ik? ik heb uh, natuurlijk helemaal geen tijd om te. Het gaat erom hoe vaak ik hem erin fietsen in één podcast. Ja, het is ook geen uitdaging voor jou. Het is gewoon een soort van automatisme eerder. Ja, het is een reflex van een. Uh, ja, precies. Heb ik heb geen tijd. Ik heb geen ja. tijd. Ja, Wanneer? heb nee, Ik heb tijd. Ja. Ik, heb, uh, nou, ik heb Tell Me Why gespeeld. Uh, daar had ik de modus voor gevonden van de week. En dan bij Chatwerk 3. En even kijken. Een nieuwe volger, Duo14. Welkom. daar nou, natuurlijk. Je had al in de chat. Thanks for the follow. En uh, Rocket League. We hebben een paar potjes gespeeld. En ik had toen even Yakuza 2 opgestart. Even van nee, ik kom er gewoon niet in. Dag. Ik, hey, maar ga heb je Tell keer... Me Why uitgespeeld? Nee, nee nog niet. Nee, maar, maar even over Tell Me Why. Hè? Een vraag. Ja. Ik heb echt tot... Nou, Totdat uh, tot ik op de knop drukte voor verzenden... dat hij uh, dat naar jullie ging ter redactie, die review. Had ik hem op 9,5 staan als cijfer, en ik heb ja. hem toch, uh, uiteindelijk op een 9 gezet, omdat ja. ik dacht dat het te niche was. Wat zouden jullie hem geven? Ja, Niels, je hebt hem nog niet uitgespeeld, nee. maar jij hebt wat... Uh... Um... Ja, en, ik, ik moet zeggen... Het zit, ik... zit er niet per se in een half punt, maar het ging mij meer erom, ik had nog nooit een game hoger dan een 9.2 gegeven, en ik vond eigenlijk wel dat hij het verdiende om hoger te krijgen, maar ik dacht van, ja, het is een te... Uh, te gewoon te niche game zeg maar om daar nee, te geven. Nee, ik ge denk niet dat dit uh, te niche is dit. Nee, en volgens mij is dit uh, goed voor voor mainstream ah, gamers wel. Ja, goed. nou maar, maar de de zijn misschien wel niche, maar het is de uitvoering die zo goed maakt. Ja precies, en dat maakt het toegankelijk voor iedereen. Ja. En uh, ja, ook weet je drie episodes van uh, een paar uur, dus dat maakt het ook wel gewoon lekker toegankelijk. En uh, ja, qua, qua content gewoon uh, helemaal goed. Dus uh, in, in, inhoudelijk uh, super interessant. Mega goed verhaal. Ja, en ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het echt. Ik vond Donut al uh, heel verfrissend. Want ik vind hun beter dan uh, uh, hoe dat, Telltale Games. Dus zij brachten al de, de next step met uh, ja. Life is Strange. En uh, met Tell Me Why vind ik dat ze hunzelf nog weer overtreffen. Dus ik had ja, uh, een 9,5 heel raar gevonden, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. Nee, nee, ik ik vind inderdaad de storytelling en de presentatie gewoon, uh, gewoon weer de kwaliteit van de voice acting en het dialoog. Dat is gewoon. Dat overtrekt zichzelf alweer. Ja. ja. Nou ja. Ik moet nog verder spelen. Ja. ja. Uh, even kijken, Wat iemand zegt nog in de chat, oh ja, Johan zegt er in de chat, we hebben nog Spellbreak gespeeld. Uiteraard hebben we inderdaad toch ah, Spellbreak ja, dat samen leuk. gespeeld. Ja, dat was wel leuk, even streamen. Even met Johan, even gewoon mensen in je knallen met vuur en ei. Uh, ei. Met ijs en uh, aarde en uh, wind. En toxic. En een paar uh, potjes. Uh... Ja, eigenlijk alle potjes hebben verloren, maar, <laughs> maar we zijn ook uit 50 geworden van het team. Maar uh... dat was wel even leuk, even lekker streamen. Misschien gaan we het gewoon morgenavond weer doen. En dan, uh... ik heb nog uh, geprobeerd trouwens, ik kan... <laughs> Ik had die, die uh, beta-code gekregen van Call of Duty voor die Black Ops Cold War. Ja. Ik heb t pot ja. gespeeld, dat was ik al helemaal klaar mee. Ik van, ja rol op. ik heb er helemaal geen zin in. Wat? Ja, omdat het gewoon, het was gewoon, ik weet niet, map design was gewoon kut. Ik, ik heb een paar maps gespeeld, ik dacht van nee, het is gewoon, ik had gewoon, ja, ik weet niet. Misschien dat ik gewoon niet in de goede modus, dat kan ook. Maar ik, ik, had dus, ik, was zo, ik was er zo snel klaar mee weer, dat ik dacht van nou, hier heb ik gewoon echt geen zin in. Maar ja. ja. beschrijf even. Want hoe nou ja, dat? ik weet niet of het nou aan mij ligt of aan de kwaliteit van uh, de map. Die, nou, ik zag gewoon een paar levels spelen. En ik dacht van ja. Van die punten waar dan gewoon weer. Uh, de, waar de, de andere team voordeel behaalt op uh, hoe de map is gedesigned. En uh, uh, doodgeknald door allerlei uh, vehicles om me heen. En uh, weet je wel, dat zijn mensen die dan vanaf uh, uur één de beta hebben gespeeld. alle ins en outs van een level kennen. En we, we gewoon, van elke hoek word je gewoon doodgeknald als ah. nieuwkomer. Is het dan alleen een andere map? Of is het meer? Nou ja, meer van... Ja, weet niet. Wat bedoel je? Gewoon dat er meer, meer, meer maps nee, zijn. dat er zijn het, het een maps. andere map is van, uh, dan Warzone. Ja, het was gewoon een een multiplayer map. Andere, an, an, het was niet zozeer een Warzone-achtig iets, maar gewoon meer, meer multiplayer. Oh, oké. Okay. Oh, sorry. Nee, ik dacht dat het echt iets Warzones-achtig was. Nee. Nee, gewoon uh, team, uh, team Deathmatch en zo. Een andere ja, is is die het uh, weer snel, weet je, fast-paced? Call ja. of Duty? Ja. Oké. Okay. Absoluut. Ja, ik zou eens zeggen, weet je, Cold War is weer dat, het een, dat ze nu weer een stapje terug zouden doen ook daarmee. Nou, als was met die multiplayer potje niet zo. Dus dat was echt wel. Uh, nee. Dat is gewoon veel doodgaan, dus. Ja, het was echt sterven. En, uh, en dat, ik, ik durf eigenlijk niet te zeggen of naar nou, de kwaliteit van de game was, of gewoon mijn eigen modus. Ik dacht van, nou, ik heb hier gewoon gezin in. <laughs> dus ik ga wel bij de volgende keer dat die game weer een beter heeft, zal ik weer mijn beter, mijn best doen om in die modus te komen. Maar, um, Call of Duty. Uh, ja, Call of Duty moe, denk ik misschien wel, ja. Uh, zeg Jeff, waarom niet de beelden van Niels die Spellbreak speelt? Ja, dat staat allemaal op YouTube. We hebben allemaal legendarische shit op YouTube ge gedaan. Ja ik, dus, ja, ik moet een beetje snel zijn met het opzoeken van beelden. En dan ja, zo be be inderdaad. Ja. Die doet allemaal zo met Sebastian. Nou, dit is net een beetje. Dit zijn, dit zijn de beelden. Ja, dat ziet die je er beste. wel idioot goed uit, moet ik zeggen. Nou, dat, valt, ja, dat vind ik ook mee vallen, ja? eigenlijk. Ja, nou, ik vind het echt uh, meer. Ja, Goede goed. tekstjes en scherp, maar. Uh, ja het doet gewoon ik weet niet het heeft gewoon niks uh, ik weet niet het, het voelde gewoon niet uh, nieuw of zo maar meer van nou ja, ja, DLC been nieuwe maps weet that. je wel ja heel That's erg Binder dan dat heel erg Binder dan dat ja absoluut dus ja, nee ik, ik snap het wel Ik kan het ook snappen hm. dat het voor de mensen die al Call of Duty speelden dat die nu gewoon dan een paar nieuwe maps krijgen een paar nieuwe features krijgen en die vinden dat weer ja. leuk ja nou is ook zo maar mensen ja, die een beetje Call of Duty moe zijn... Ja, is dit niet uh, de Call of Duty waar je hem dus weer van oppakt. Nee, en dat had ik eigenlijk bij vorig jaar wel, Modern Warfare. Dat was echt fucking goed. Dat je denkt van, holy shit. En dit is dan net weer van, oké, okay, herhaling. Maar dan een ander verhaal. Maar goed. Anyways, dat is uh, zoveel over Call of Duty. Dat, er komt uh, over een paar weken meer uh, informatie over met de review, denk ik. En ik ben heel benieuwd hoe die ziet uit de Series X. Dus... Uh, dat was hem dan, denk ik dan maar, hè? Na een uur en twintig minuten. Nou, oh. lekker. Ongekend. Je kakken een beetje in ook. Het is alweer uh, half. Of ja, toen Rick die is weer aan slapen. Nou <laughs> ja. En jullie hebben het over Call of Duty, dan haak ik af. <laughs> ja. Maar uh, ik bedank uh, iedereen. Ik bedank de luisteraars weer voor het luisteren naar deze podcast. Wil je een review <tus> achterlaten? Kan het natuurlijk altijd uh, op uh, voor mij al bij de uh, Apple Podcast heet dat tegenwoordig. En andere. Platformen, uiteraard, ook welkom. Ik denk alle, dank alle mensen in de chat van de Twitch vandaag. Hartstikke gezellig. De podcast squad heb ik net al gehoord als term. Dus uh, leuk als jullie er elke week weer bij zijn. En uh, you know who you are. En uh, uh, ook bedankt voor, het, uh, voor de aanwezigheid in Discord en de andere streams die wij doen. Het zijn niet heel erg veel trouwens tegenwoordig, maar <laughs> we doen ons best. <laughs> Iemand sinds CFU's, zegt uh, Brasco. Nou, uh, Rick. Hij is wakker. En uh, we zullen kijken wat we gaan doen met die merchandise uh, van Xbox Nederland. En we uh, weten dat er in ieder geval genoeg animo is. Helemaal goed. Dus bij deze jongens, fijn game weekend allemaal. En tot de volgende keer. En achievement. Dankjewel Jeff. Zo moe ben ik dus ook zelf al. Ja, precies. En ik heb er weer een seconde tussen geplakt. Hè? Heerlijk. Ja. Goh. Nee, komt Ja, nee, helemaal niet. Ik verliel niet. <laughs> <Ja>. <laughs> precies dezelfde lengte. Telefonsextape, doei. Oké. Okay. <laughs> <laughs> is het zo laat? Ja, het is zo yeah, laat. Ja, zo <laughs> okay, laat is het al. Oké, laten we uit. Laten. Yo. Hoi.